Niet dat ze dan. Uh oh ja, moet je kijken joh. Trend die, die presteert het. Ja. Om. Nou ja, niet altijd, maar echt heel vaak. Wauw. Ja. Zo dan, dat is wel he? een kunst, ja. ja. En dit is regelmatig, hè? <laughs> ja. Oké, okay. wat een gek zeg. Ja, dan, dan <laughs> maar dat doet hij alleen bij, bij Floor, dus dan, dan zoekt hij een plekje om uh, een plasje te doen. Ja. En dan mee dat hij dat plasje doet, dan denkt hij, oh wacht even. En dan gaat hij in die beweging, maakt hij een schijnbeweging en dan gaat hij half zitten. En dan okay. schijnt hij en altijd en in zijn buis. <laughs> in zijn buis. Wauw, wow. <laughs> okay. dat is knap, hè? Ja. <laughs> Nee, serieus, dat is wel uh, in ja. geval, ja. Maar bij mij doet hij dat niet. Bij mij, uh, bij mij loopt hij ook met een 8 uh, met meter. En bij Floor loopt hij met een sliplijn. Juist. Eentje nee. die uh, strak trekt, maar niet helemaal strak natuurlijk. Ja. Dat uh, mocht hij te hard trekken uh -huh. of zo, dat, uh, uh -huh. dat, het, uh, ja, dat hij het voelt. Ja. <coughs> Als je als een hond van 40 kilo ja, maar ben, anders met houdt ze een meisje hem ook niet. van 60 kilo. Ja, ja. Ja, wij hebben het ook inmiddels. Ik denk dat die grote hebben we van de week bijna 60 kilo, Jo. Denk ik uh, net. Tenminste, als ik de ik heb, moet hem nog ik moet hem wegen, maar zijn groeicurve. Als ik dat een beetje zeg, maar vijf weken geleden was hij 50. Dus ik ga ervan uit dat hij nu ongeveer 60 is. Ja, um, mijn vriendin is 52, volgens mij. Ja, moet naar dus die kan er anders ook niet mee lopen. Nee. Nee. Die loopt dan ook met een sliplijn of zo? Nee, wij lopen gewoon met zo'n afmeter. Ja, ja, ja. Alleen, ja... Maar weet je, dan heeft hij wel door dat hij... Uh, want ik neem aan, ja. net als bij Tren, dan gaat hij rennen. Ja. En dan moet ik zeggen, zachtjes. Ja. En dan, dan stopt hij op tijd. Ja. ja, je moet... Ik, ik, zij, zij, ik loop eigenlijk vaak s'morgens en s avonds. Uh, en zij doet dan... Overdag loopt ze met ze, Maar dan rijdt, gooit ze ze in de auto en dan ja. gooit ze ze los. Dus... Zij loopt eigenlijk niet met hem aan de lijn, bijna niet. Ja, ja, ik denk dat het ook wel het beste is. Ja, want als ik hem ook zie accelereren, moet ik hem gelijk op stop zetten. Die, ik heb zo'n ja. zo gele, weet je wel, zo'n zo extra large ja. giant, wat niet zo sterk genoeg. Ja. Uh, hiervoor had ik zo'n zo ding voor paarden. Ik weet niet of je dat kent, waar ze paarden lopen in zo'n zo rondje, ja. toch? Ja. En dat had ik zo'n ding, dus, zei ze, kan tot 600 kilo houden of zo. Nou, echt niet, die heeft hij <laughs> gewoon stuk getrokken. Nee, echt? Ja, eerlijk waar, wow. ja. Ja, toen zag ik hem ook toen Zag hij wat, dan ging hij rennen. En ik echt zo... Oh, nee. Dan zie ik dat ding vast aan een, hand, dus een handvat aan, zeg maar. En ik al een beetje naar achter leunen. Ja, ja. En op het moment dat het strakte ik was... vlak Ja. En ik naar achter, ik om. Nou ja, ik denk, ik denk serieus dat er echt wel gigantisch veel kracht achter zit, hoor. Ja. Als zo'n beest uh, gaat accelereren, inderdaad. Ja. En dan komt, komt die klap op. Ja. Nou, misschien ja. dat het wel richting uh, zoveel kilo. Je weet ja. het niet. Ik weet niet ja. wat, wat voor ja. kracht in zo'n beest zit natuurlijk. Ja, ik, ja. Ik, en dat heb ik zelf ook onderschat. Ik heb natuurlijk die twee honden had ik al. Hè. Die zijn dan uh, een mm. beetje 23 kilo of zo. Ja. Maar 1 kilo hond tegen 1 kilo mens. De hond is ik denk wel drie keer zo sterk. Dat is ja. echt ziek. Want ik, hij is nu dan. Nou, ik denk, ik, ik heb best wel kans dat hij wel op 70, 80 kilo eindigt. <laughs> maar dan sleurt hij mij ook mee. Want als ja. hij nu echt veel s'avonds is hij echt heel oplettend en waaks. Als je dan iets ziet wat het er niet aanstaat, dan begint hij echt te springen erheen. Ja, dan moet ik hem echt heel erg hard tegenhouden. En ja, dat doet train ook inderdaad. Maar als ik niet echt mijn best doe, dan ga ik ook om. Ja, en ik ben dan ook gewoon, ja, nu ben ik dan iets lichter, maar, zeg maar 95 kilo. dan ben ik al 95 kilo spier. Zeg maar. En dan ben je ook een bodybuilder. Hè? Ja. ja, dus ik ben al vrij massief, maar, ja. maar dat is echt wel, uh, ja, dat, dat is, ik denk, daar heb ik zelf ook onderschat hoeveel kracht er achter zo'n ja. hond zit uh, Trenn ook inderdaad, uh, als hij dan iets ziet of zo, of hij is enthousiast over iets, dan, en hij staat in het gras of zo, dan strekt hij zijn achterpoten. Ja. En dan staat hij zo in het, in het in dat, in dat gras en dan is er geen beweging in te krijgen. Ja, alleen één beweging, maar dat is naar voren, ja. dat is zijn kant op, zeg maar. Ja. Ja. Maar naar achteren, vergeet het maar. Ja. Die van mij die begint ook te springen helemaal op een gegeven moment. Dan gaat, zet hij zich zo af of zo. Ja, ofzo. ja op, dan wil hij zo graag... Uh, uh, ja, ik denk dat hij dan echt wil... Aanvallen. Want hij is oh, wel ja, ja. Echt, ik moet hem ook s'avonds echt vast doen, want anders, anders dan gaat het echt niet goed. En net zoals bij ons in het hofje, maar dan wil hij echt zo graag. Dan begint iemand te schuimbekken, jongen, dan wil die echt gewoon zo. Het ja, is, is een super lief beest, Maar dat is gewoon karakter van die van die, ja, die zijn ja. zo lang gebruikt voor. Die zijn gewoon heel agressief. Die, ja. of, tenminste, zo'n slechte. Maar ze zijn heel intens. Ze zijn altijd echt honderden jaren gebruikt... gewoon om te vechten eigenlijk. That's it. Te dus te is zo, ja, dus ja, het is wel ja. be begrijpelijk dat als je iets ziet, dan krijg je het ook nooit meer uit bij zo'n hond, nee. schijnt. Ja, we, we hebben laatst ook zo'n, een ja, zo paar, paar maanden geleden, hoe heet zo'n hond nou? Uh, die heeft echt zo'n plofneus. Hele uh, spleetoogjes. Uh. Een otchaka Ja, geloof het wel, ja. Het is alsof die gestoken is door een bij, zo ziet hij eruit. Nee, dat is een... Uh, shit, uh, Herman heeft er een. Zo'n... is echt klein. Er ja, ze, ja, denk ik zoiets ongeveer. Ja, zijn kleine hondjes 20-30 kilo. Ja, uh. en dan uh, zijn gezicht alsof die net door een bij is gestoken, zo ja. opgezwollen. We, uh, ik weet welke je bedoelt. Ja, Herman heeft er eentje. Maar die zijn ook best wel agressief hoor. Oké, okay, wist ik niet. Oké. Dan loopt er eentje bij ons in de buurt en elke keer als trend dan in de buurt komt, kan hij in de buurt komen, want dan gaat hij helemaal uit. Je ja, oké. Is, is dat die specifieke hond of is ja. hij nou zijn eigen? Nee, dat is specifiek die hond. Oké, okay. hebben ja, we toen okay. opgezocht. Ik weet ja. thuis, ligt op een puntje van mijn tong. Ja, ah, juist. Ik weet het even niet meer. Maar, uh, goeie week gehad? Uh, ja, even denken. Hier uh, beginnen de handel, wordt er iets beter hier. Dus dat ja? vond het gewoon heel belangrijk. Hè? Ja, lekker getraind. Veel honger gehad. Weinig hypo's gehad deze week, dat viel me alles mee. Ik denk maar uh, twee of drie. Oh, dat is goed. Dus dat, dat viel gunstig. eigenlijk mee, ja. Is er nog iets veranderd aan je dieet? Uh, nou, ik heb zeg maar nu ik ben zeg maar denk ik nu vier weken officieel in prep. En ik heb een hoge en een lage dag gekregen. En het enige verschil is dat ik eerst twee, hoog, of, uh, twee lagen één hoog had. Toen was het alleen maar laag. Ja. Toen was het alleen maar hoog. En nu is het weer twee lagen en een hoog. Ah, dus ja. ik ben gewoon na vier weken gewoon weer op precies dezelfde dieet. Oh, yeah. maar, maar toch, op een of andere manier, dat kan je je niet voorstellen. Maar tenminste, ik kan dat ook niet geheel verklaren. Maar toch is het, het doet iets. anders op dat punt. Je? ja ik, ik, Vier weken later kan het een ander effect hebben ja. als vier weken ervoor. En ja, ja metabolisme is natuurlijk iets, iets, iets trager, denk ik, op dat moment. En je bent iets leger natuurlijk. Ja. Dus dat speelt allemaal wel een rol. Maar ja. En hoe leger je nu bent, hoe, uh, hoe, hoe sneller dat nu misschien weer gaat reageren. Ja, precies, precies, op, op die koolhydraten, je bent wat, wat insulinesensitiever, denk ik. Ja. Dus, uh, maar dus qua mijn hoge en mijn lage dag is het nog niet veranderd. Alleen de opbouw van is na nou, zeg maar, vier weken weer wat was. En ik heb het idee dat ik iets softer ben. Uh, want ik heb voor de rest geen veranderingen. Nee, van de week dan wat extra GH gedaan. Uh, maar that's it. Maar Ik voel me iets leger uh, op de dagen dat ik het niet doe. Ja. Dus ik heb twee dagen wat meer GH, daar ben ik gelijk mee gestopt, want ik merkte wat meer vocht. Dus gelijk weer terug naar oud. Um, voor de rest voel ik me dus iets leger, iets platter. Dus ik, ik heb geen idee wat eigenlijk wil gaan doen. Ik, ik denk. Qua ik hoop hier het allemaal nog hetzelfde. Ja, Geer is gewoon nog steeds 500 zus. Dat That's zit. Dat ja. Dus ik denk, ik, ik hoop eigenlijk dat hij die mijn dieet nog iets omlaag gooit, want ik vind mezelf echt nog heel dik. Dat zal dat altijd zo gaat. blijven. Ja, dat zal altijd zo blijven. Nee, tenminste, in mijn off vind ik dat dus helemaal niet erg. Dan denk ik van, oké, okay, ik ben sub 10%, hé, super goed. Ja. Maar in prep ben je altijd te denk dik. Ik denk ja, maar in prep ben je altijd op zoek naar dat, wanneer dat punt komt, dat je echt een crispy en grainy gaat uitzien. En dat is alleen... Twintig, ja. De laatste 20 minuten ongeveer. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. ja ik heb echt, ik, zelfs, zelfs drie dagen van tevoren heb ik nog een hoofd alsof ik gewoon drie gram deka's heb. <laughs> ja, zeg. ja, Ik ja. heb de laatste tijd ook, of de laatste paar preps ook niet meer hoor. Dat, dat, dat mijn gezicht echt zo gigantisch uh, inzakt. Ik was blij om te het ziet er niet uit. Er nou, nee, nee, ik vind Bo het wel tof ja dus Red Bull onze sponsor nee ga ge je ik vind, ik vind Red Bull ik nee we worden nog niet gesponsord door nee. Red Bull dat hopen we <laughs> dat dat ooit van komt ja. ik zit wel iets misschien in een hele nette loods. met kijken. Um, kijken. nee dit is overigens wel de lekkerste en die drinken is mijn vraag ik heb die, die nog nooit op die Zero Peer van uh, Red Bull die is echt beter ik vind die die paarse vind ik iets te zoet als berry of zoiets vind ik niet zo ja, ik ik zou eerlijk zijn ik ben nog nooit ik heb nog nooit uh, gewaagd aan dit soort smaakjes man ik ben, nee. ik ben zo iemand van, uh, van nah, nee. ik vind die Red Bull uh, zonder suiker dan ja. lekker. Ja. Dus dan kan ik me niet voorstellen dat dit lekkerder is. Proef Nee. nee. <laughs> Tastetest? Ik wil het niet. Dat <laughs> nou, dan niet. <laughs> Want ik kan, kan me gewoon niet voorstellen dat het dan lekkerder is. En dan als het wel zo is, dan, 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 ja, dan is het gewoon... <laughs> ja, dan, is het, <laughs> dan? dan is het gewoon verpest, zeg maar. Ja. Nou ja, oké, okay, prima. Snap sure. je wat ook bedoel? Nee, dat nee, nee. Nee, nou, kan ik me niet <laughs> voorstellen, maar ik vind deze erg lekker. Maakt niet uit. En, uh, maar waar zijn die banners heen trouwens? Ja, geen banners. Um, ik mis de banners wel een beetje hoor. Nee, nee, ja, Robert was gewoon te lelijk. <laughs> Simpel, ja. ja. Die kliko daar. Ja, daar ja, staat ja. Robert. Nee. Daar zat hij nu naast. <laughs> uh, nee, die banner van mij die staat nu bij uh, body Muscles in Rotterdam. Oh, Bodymuscles. Dat, dat is uh, die store die uh, geplunderd is. Ja. Dus iedereen, uh, als je nou in Rotterdam woont, in de buurt van. Eens kijken hoor, wat het was. Was op Zuid geloof ik, toch? Eens kijken hoor. Uh, Alex. Ik, heb, ik ben helemaal niet thuis in Rotterdam, hè, dus. Nee. Ik ga even zoeken waar het precies is. Ga ik even mensen het adres geven? Dat uh, uh, was met. Uh, was, nou, het is nou twee weken geleden, toch? Ja, maar die rally is daar zo heel erg... He uh, helemaal overhoop gehaald. Ja. Drama. Echt, een drama, Echt ja. zielig. Ja. Ja. Groene hele Dijk. Nummer 210. Body Muscles. Uh, weet je? Daar staan, uh, staan de banners nou. Ja, en daar staat nu ook Only Way. En, oh, uh, dus, dus die gaan ook onze producten voeren als het goed is. Zijn beter. ze alweer open? Nee, nog niet. Ze zijn nog bezig. Maar uh, volgens mij gaat hij wel al wat online verkopen. Uh, dus... Dus ter iedereen die kijkt, doe je best, doneer nog even wat of koop even wat bij hem. Ja, Leuk. Uh, want Mooi, die, gozer, goede, had, die mensen uh, hebben gewoon heel zwaar gehad. Ja. Ja, dus, uh, nou ja, vooral Alex heeft uh, echt zijn best gedaan voor hem. Mooi. Dus uh, ja, echt tof. Dus, maar er waren meerdere mensen. x was er ook. Oh, oké. Okay. Die hadden ook uh, even wat uh, gift gedaan. Die hebben ook uh, wat aangeboden. Ja, dus, uh, dus dat is gewoon tof. Het is wel leuk om ook te zien, goed om te zien dat er ook nog mensen zijn die een beetje om elkaar geven. Ja. In plaats van alleen maar dat, uh, dat gezeik. Soort tijden als dit. Zo niet te zuinig. Ja. Heb je. Maar dus, uh, de... dus geen banners vandaag. Nee, maar niet uit. Ik werd, uh, ik, ja, ik werd jullie ook al een beetje zat door zo mijn nek ja. <laughs> lelijk. Hoezo is er nog geen banner van mij? Ik <laughs> we die wel die... maken hoor. Nee, serieus. <laughs> Het nee, is, 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 is eigenlijk geen gek idee. Oh, nee. Ik ben, nee, we doen uh, we hebben eigenlijk uh, normaal Daniel en zo die hebben er uh, ook eentje. Of niet die van Daniel, die is nog steeds onderweg, maar uh, <laughs> Wat moet die uitkomen. Uh, dat ja. wordt hier in de Helder gemaakt. Ah, oké. Okay. Um, Eens kijken. Je hebt er wel een Reus, heeft er een. En, en, Jordan heeft er een. En, uh, Jim Stout daar hebben we er een paar van gemaakt. Die staan er bij Aaron. Ja. En dan proberen we gewoon bij klanten of uh, zeg maar uh, bij jouw PT-studio bij wijze van whatever, waar, waar je dan ook zit en waar voor jouw klanten komen, we proberen we er dan eentje neer te zetten. Ja. Dus ik weet, niet, ontvang je ook klanten thuis normaal of niet? Nee, over het algemeen niet. Nee, ja, dan zouden we bijvoorbeeld. Uh, ja wij niet, mochten wel ooit iets met Fox bijvoorbeeld gaan doen, dan zou ja. dat bijvoorbeeld tof zijn als daar dan een banner van jou staat, want die mensen kennen jou. Ja, dat klopt. Die ja. kennen mij niet zo goed, snap je? Ja, nou, ik denk ik wel, hoor. denk het niet. Nee? ik nee, denk het niet. Nou, ik denk als je Jan was... Uh, jawel, jawel, jawel. Dan niet goed, waarschijnlijk. Ik denk serieus wel, jawel. <laughs> Weet je wat ze dan zeggen? Oh ja, dat is die jongen die tweede werd naar jou. Oh, die, <lacht> <lacht> die eigenlijk had moeten winnen. <lacht> ja. <lacht> Nee, nee, zeker in Fox. De bodybuilders die kennen jou wel in Fox. Ja, dat denk ik wel. Ja. De meeste, tenminste, de meeste mensen in de bodybuildingwereld kennen me. Ja, zeker. Maar, maar je, je snapt wat ik bedoel. Je zoekt natuurlijk als, als merk, als branding, zoek je natuurlijk altijd. Daarom neem je ambassadeurs. Kijk, ja. de meeste mensen die jou volgen, die kennen mij ook wel. Maar waarom wij dan bijvoorbeeld met jou in zee gaan is omdat mensen voelen affiniteit. Mm. Dan ga ik gelijk alle allemaal branding, branding tips op tafel gooien. Die voelen natuurlijk affiniteit met jou. Jij bent Only Way. Dan indirect voelen ze ook af en niet met Only way het merk. Ja. Dat is natuurlijk wat, je, wat, wat die hele marketingstrategie met ambassadors en gesponsord ja. atleten inhoudt. Dus dat mensen zich voelen zich verbonden of herkennen zichzelf in een atleet. Mm -hmm. Of herkennen ambities of doelen of goals van zichzelf in die atleet. Dan voel je een verbintenis. Ja. Atleet is een merk, dus voelen ze dat indirect ook met het merk en daarom kopen ze dat merk. Ja, klopt. Dus bij Fox bijvoorbeeld zou een banner van jou beter zijn dan een banner van mij. Ja, ik ja, klem in Omdat Ondanks dat je lelijker bent. Ja. En, en uh, kleinere armen. En kleinere armen, maar grotere ja. benen. Ja. Een yes. banner van alleen je benen. Dat is alleen, Ja. <laughs> ja dat is, dat is een goeie. Ja, ja, verder, bij jou, goede week. Weinig gedaan, denk ik. Ja, man. Ja. Ja. Nee, ik heb deze week wel, wel veel gedaan door een verandering. Ook met het forum en zoveel. Ja. zeker. Ik ben, uh, ik ben bezig geweest. Tenminste, ben ik nog steeds mee bezig om, om uh, zoveel mogelijk oefeningen te filmen. Die dan ja. op, het, op het platform ook komen. Oké, okay. dus uh, Dat doe we dat? En Fox. Mag, okay. mag gelukkig terecht daar, ja. Tof. Dus dat is in principe, dat valt ook niet onder trainen natuurlijk. Dat en zijn natuurlijk gewoon werkzaamheden. Ja, dat is gewoon werk, tuurlijk. Ja. Ja. Dus ik uh, mag gelukkig die ruimte gebruiken. Dat is ook fijn nou, want er is niemand. Perfect. Ja. ja. Dus dat is Eigenlijk je, een goede tijd daarvoor, ja. toch? Ja. ja, dus dan hoop ik, uh, ja, ik denk eind volgende week af te hebben. En, en zo niet, dan is dat niet erg. Uh, ik heb er nu al uh, redelijk wat, dus er kan alles erop. En dan kan het gaandeweg gevuld worden natuurlijk. Wanneer ga je hem landje? Nou, hij, hij had eigenlijk al wel online moeten zijn. Maar um, uh, er was wat vertraging opgelopen nou, vanwege deze filmpjes. Um, dus daarom was, is hij nou nog niet online. Dus ik wacht Kijk, je even... Je wilde dat... echt dat dat klaar was voor de. Ja, ja ik, wilde, ik wilde dat hij eigenlijk half januari uh, al online zou kunnen. Alleen omdat er dus wat vertraging was opgelopen... Met opnemen van deze filmpjes. Um, ja, natuurlijk. Uh, zat uh, het overlijden van Maarten... Uh, daar ook even voor. Ja, natuurlijk. Aan uh, wat afspraken. omtrent dit opnemen van filmpjes. waardoor het allemaal. even wat later kwam. Maar dat is allemaal. daar uh, ben ik allemaal nu mee bezig. Dus ik hoop dat dat. Uh, nu al snel online kan. Juist. Ja. Trek. Ze. Dus, uh, moeten we even over nadenken. Misschien dat we ook bijvoorbeeld mensen. die bij jou op het forum komen. dat we die basis iets kunnen bieden. Ja. Uh, vanuit Onlyway of zoiets een kortingscode. of ja nee, het makkelijkste is natuurlijk om gewoon regelrecht jouw kortingscode te geven maar, maar ik weet niet, misschien iets van een uh, dat is wel leuk we kunnen wel even overdenken ja, ja dat zijn wel leuke acties misschien iets van een ik kan, we kunnen ook een maandelijkse uh, winactie. of zo, ja of een uh, of een soort van uh, soort van uh, platformgedeelte als je dan lid bent mm -hmm. dat je dan een soort van shop-in achtige combinatiedeals hebt ja en dan op die deals krijg je dan bijvoorbeeld een korting. Ja. Voor uh, extra goodies of iets dergelijks. Ja. ja, dat is misschien ja. wel een leuk idee. Dat je van die pakketten kan aanbieden of zo. Ja. Daar je wel we veel. even over nadenken. Dus ja, ja. we hebben wel dat soort regelingen ook met andere uh, atleten. Reus heeft dat. Voor zijn coaching team. Oh, ja, ja. Dat, dat je dan dat je dan een compleet pakket die hij dan samenstelt, die je eigenlijk aan iedereen al voorschrijft. Ja. Dat je die dan kan bestellen. Ja. Waar je nog wat extra korting hebt. Ja, precies. En dat je dan wat extra goodies erbij krijgt of iets ja. daar moeten we even over nadenken. Als even is misschien wel iets leuks. Maar sowieso komt op dat platform natuurlijk ook een keer een moment dat ik ga praten over uh, wat voor supplement ik neem, ja, waar natuurlijk. het goed allemaal ja, van ja, natuurlijk. is. Zo ja. dus gaat de Onlyway sowieso vaak, of ja. echt vaak in voorbij komen. Uh, ja. Dat is uh, standaard. Ja. Misschien wel ook een idee om even te denken. Je werkt natuurlijk met accounts hè, daar. Ja. Ja, misschien wel leuk om, ja, of dat zou op mijn persoonlijke account dan moeten doen. Voor Onlyway een account. Want je gaat natuurlijk ga je ook vragen krijgen over supplementen zelf. Ja, maar dat is ook de bedoeling, hè? Um, ja, natuurlijk. Ik heb, heb het misschien nog niet gezegd, maar ik wil ook uh, een groepje mensen uh, benaderen, nou, onder ja. andere jou, die daar gewoon standaard een account op hebben. Oh ik, ja. Wat, want wat je moet voorstellen is dat er, er zit ook een forumgedeelte op, en um, ik zit daarop, daar hou ik wekelijks bij met wat ik doe, wat ik uh, met eten doe, trainen, hoe ik me voel, wat ik aan gear doe, wat mijn toekomstplannen zijn. Ja. Dus dat zet ik daar dan. Dus is in principe een soort van dagboek. Ja. Waar mensen op kunnen reageren. Juist. En dan heb ik een gedeelte op, daar kan jij een gedeelte op hebben, daar kan Way een gedeelte op hebben. Kan noemen, noemen ze iemand. Uh, 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 Robert kan daar een gedeelte op hebben, ja. Jordan. Iedereen kan daar in principe zijn eigen soort van uh, dagboek bij houden. Juist. Want mensen zijn daar toch geïnteresseerd naar. Ja. ja. En je hebt niet altijd zin en moeite om dat misschien via je social media uh, accounts te doen, dat je daar andere dingen op wil laten zien, bijvoorbeeld dan heb je zo'n platform waar je, waar dat meer in kaart gebracht kan worden ja. kun je ook meer praten meer vrij praten over dingen mm -hmm. ja natuurlijk dat is ook ik iets het. ik ja. wil natuurlijk ook niet uh, wat ik altijd moeilijk vind bijvoorbeeld is op socials uh, ik vind het niet erg dat iedereen weet dat ik keer neem en wat voor keer ik neem uh, maar voor mij, ik vind het een ethisch iets dat mensen zich toch gaan relativeren dat ze denken, oh, als hij dat neemt, moet ik ook dat nemen. Mm, yeah. Snap je? Dus ik wil wel eerlijk zijn, maar ik ben bang dat mensen dan ook zoiets gaan zeggen van nou, dan ga ik ja. dat ook doen. Ja. En dat wil ik natuurlijk niet hebben. Want de meeste van die mensen kunnen veel minder doen ja. voor een perfect resultaat. Waar de meeste mensen op, op een Instagram dat waarschijnlijk niet weten, en omdat iedereen dat ja. altijd kan lezen, uh, is dat op zo'n platform denk ik makkelijker voor mij, ethisch gezien. Ja. Om, om dat naar buiten te dat brengen. Dat komt ook om de specifieke doelgroepen af natuurlijk. Ja, exact. Om, om toch iets specifieker. Ik zal nooit tegen niemand niet ontkennen dat ik gebruik. Dat is, dat is echt niks voor mij. Nee. Maar, uh, Plus, de, de, Het is een betaalde het is een betaald ja. platform. Dus dat is één. Twee mensen die er dan opkomen zijn uh, doordat het betaald is, al gelijk vanaf het moment één serieuzer over zaken. Dat ja, is dat zo. denk ik ook. Ja, ja. ja. ja tof. Ja. Echt leuk. Leuk. Maar je denkt met binnen twee weken red je dat wel? Ja, ja. ja, ja. Ik, zit, ik zit daar nou lekker in met die uh, filmpjes op maar opnemen. Um, en wat dan ook, uh, wat dan ook de bedoeling is, hè, dat, dat ik in principe zo aan tafel zit en dat ik dan uitleg, uh, dat is ook om nog maar even een voorbeeld te geven, wat het verschil is tussen bijvoorbeeld de korte esters, lange esters. Gewoon uh, wat grappig. Gewoon basisinformatie waar een hele hoop mensen iets aan hebben. En Top, dan moet ik maar dingen. even een voorbeeld. Ja, precies. Maar precies. Dus uh, ja, dat, ja. Uh, dat in het vooruitzicht. Tof, ja. Grappig. Ja. Grappig, te gek. Maar bij deze, dan weet je dat. Jij krijgt ook een account daarop. Ja, leuk. Ja, ja leuk. Ja. Ja, zoiets zit ik ook aan te denken om dat uh, te doen. Nee, niet zo Echt de basisdingetjes. Dat zou ik ja. dan over gain niet willen. Maar dat wil ik bijvoorbeeld op die Onlyway YouTube ook gaan doen. Qua voeding. Dus wat we ja. vorige keer over hadden. Vond ik ook, is ook een goed video. Het verschil tussen een isolator en een concentrator. Ja. Eén video, hoeft maar twee minuten te duren, maar ik wil ja. dat soort basis-goede informatie gewoon naar buiten gooien, ja. Eén na het andere kijk of jou is het ook bijvoorbeeld leuk, heeft uh, om een voorbeeld te geven: heeft MuscleTech ook een tijd gedaan, echt van die one-minute uh, ja. workout uh, tips, ja. Dat veel uh, heat of zo, die ging die even uitlegde hoe die hoe je nou het beste een tricep extensie kon hebben, ja. en dat ja. was dan in één minuut of zo, ja. Van dat, ja, dat, kleine, dat soort kleine dingetjes. Ja. Dus ik wil een, een beetje een basisvoeding dingetje. Dat soort, wil ik gewoon basis eruit rammen. Maar inderdaad, als ik even denken over gear, zoiets zou ik bijvoorbeeld over supplementen, zou ik nog wel kunnen doen. Ja. Bijvoorbeeld, of, bijvoorbeeld voor jouw forum, jou, jij moet dat willen doen. Maar dat is best wel leuk om misschien ook wat samen in te doen. Dat ja, 100%. Grappig. Kun je een hoop uh, wegen mee uh, behandelen, ja. Even denken, volgende dingetje. Of ja. Nu we het toch over de media hebben. Volgende week zaterdag uh, gaan we die trainingsvideo maken voor op de ja. Only Way Channel. Jij wil ook graag, Robert is er ook. Ja. Uh, weet je al, wat, wat wil je gaan trainen? Zaterdag hè? Ja. Zaterdag heb ik vaak uh, rugdikte en hamstring uh, focus. Maar ik heb maandag altijd, maandag, dinsdag, woensdag dan de vaste prik. En dan heb, ik, dan heb ik donderdag rust en dan kan ik in principe weer opnieuw. Dus ik na woensdag, als ik het weet dan... Kan ik, uh, kan ik alles opnieuw doen in principe? En we kunnen het ook een, voor een deeltje bij uh, jouw kijkers leggen. Oh, je wilde benen doen, doen trouwens, toch? Ja, ik doe normaal benen op zondag, ja. maar ik zou die best wel een zaterdag kunnen doen. Oh, is goed, ja. Ik denk dat of kwats dan, ik dan denk doe, dat ik, dat uh, dan doe leuke... ik vrijdag benen zodat ik uh, zaterdag uh... Ja. <laughs> dat je niet mee hoeft. Ja. <laughs> ja, precies. Ja. 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 En maar is goed. Dat is misschien wel leuk, denk ja. ik. Wat. En zijn we met z'n drieën een iets meer rust. Dus dan. Ja, dat, ja, dan dat kan ook wel, met die training kan je wel met z'n drieën doen. Dat is misschien so, inderdaad wel beter. Ja. Ik denk als we de vorige keer wat meer rust hadden gehad, ja. dan het niet over mijn zuiger was gegaan. Ja, maar eerlijk, dat ook. was voor mij was voor mij toen echt in één keer wel even een stap te veel. Nou, dat is <laughs> voor mij nog steeds ik, heftig hoor. Ik had weken niks gedaan. Nee, maar dat blijft, ik denk dat het ook heftig blijft. Ik, heb het, ik, doe, ik train al heel lang, uh, iedere week ben ik. Ik ben er eigenlijk niet tussen uit geweest sinds nee. 2019. Langer als, een, langer als een paar dagen. Maar ik, ik het is voor mij nog steeds heel heftig. Ja. Het is gewoon, als je zo'n benentraining doet, doet, is gewoon echt niet leuk. Nee, dat is gewoon zwaar. Maar dat is wel leuk om, denk ik, uh, te filmen. Dat heb ik ook. Ik heb, mijn, mijn trainingsvideo komt van de week online. Dat is triceps only. Ja, stay. Uh, Maar wat ik ook. één punt wat ik natuurlijk kijk voor hem is natuurlijk heel belangrijk. Dat spreekt voor zich. Maar wat ik echt naar buiten probeer te brengen. Ook in die trainingsvideo's. En daar ga ik echt nog heel veel op hameren op die OnlyWay Channel. Is dat. Ik kon mensen niet, niet alleen leren hoe, welke oefeningen je moet doen of whatever, maar vooral ook dat als je intens traint, dat je eigenlijk al veel beter bent als dat je zo gaat zitten te miepen over wat je precies doet. Mm. Snap je? Natuurlijk is het ook een kwestie van slim werken, maar het begint bij hard werken. Ja. En heel veel mensen die, die, die vragen me dan, oké, okay, maar hoe werkt zo'n SST-training dan? Mm. Maar die hebben überhaupt nog nooit boven de RPA5 getraind. Snap je? Ja. Dus dan... Daar ga je eigenlijk al de fout in. Je moet het dan, als je niet eens hard getraind hebt, dan moet je ook niet te ingewikkeld gaan maken. Dan moet je daar eens mee gaan beginnen. Dan dus is het leuk om uh, te, te verdiepen of te weten wat NZT is, maar dan is het niet, nog niet ineens. Nee, relevant voor je. Relevant nee, om nee, daar nee. nog mee nee. bezig te zijn. Ja, precies. Dus dat, dus dat probeer ik ook naar veel mensen te zeggen. Vaak is het ook gewoon een kwestie van harde trainen. Niet zozeer van een speciaal trainingsschema of mm. een bepaalde. Weet je, ik zie dan. Weet je, ik noem maar wat bij Regan Grimes zie je van die oefeningen voorbij komen. Dat ja. ik echt denk van 99% van de mensen die dit kijkt, heeft hier helemaal niks aan. Nee. Die moet gewoon te horen krijgen dat ze gewoon harder oh, moeten moet pushen. Ja. En dat, ik denk dat daar ook wel uh, uh, niet over nagedacht wordt, is dat de mensen die SST toegepast krijgen door uh, ja. dat Patrick. Is dat, dat zijn de mensen die al, nou ja, misschien al wel 10 plus, misschien al 15 jaar, ja. onder andere uh, bezig zijn met krachttrainen. En ja. dat die inderdaad op dat kleine percentage uh, zitten waarin zo'n SST-training wel een verschil kan maken. Ja, ja, dat is gewoon absoluut niet voor iedereen. Nee. Dus dat is grappig, dus dat is allemaal leuk, maar uh, misschien uh, inderdaad kwats. Als, ja, nou, wel... als, als iedereen op deze channel nadenkt nou denkt van, hey kwats is niet leuk, we willen wat anders zien, laat het even op tijd weten, kunnen we het nog omgooien. Ja. Als iedereen een rugtraining wil zien, dan gerust terug. Ja, maar ik denk dat mensen het wel leuk vinden om uh, ons. Jou te zien kotsen, ja. Ja. Dat denk ik ook wel. Ja. Oh, kijk er Ik ga nou echt niks uit. eten op die dag. <laughs> ik, ga, ik kan trainen om twee uur. Ik ga gewoon op lege maag, hoor. Ik ga ja. niks eten. Oh. Nee, maar dat had ik dus ook hè. En ik heb dat de afgelopen week gedaan. Heb ik heb gewoon getraind op, op vijf muffins of zo. Ja. En die, die benentraining gedaan. Echt niet leuk. <laughs> nee, dat is echt niet leuk. Nee. Nee. Ik heb wel afgemaakt. Ik ben benieuwd hoe Robert daar hoor. Uh, ik, ja, ik, ik, ik heb geen idee hoe hij traint. Hij traint wel hard hoor. Ja? ja. Hij kan wel hard trainen, maar ik weet niet. Maar dat is ook weer zo'n kut van Robert. Hij heeft vette goede benen hè. Ja. Een been is ook een sterkste punt. Die traint ah, okay. ook het best. Dus ik ben bang dat hij het wel trekt. Ja? ja maar ik ga gewoon van tevoren... zeggen zeg gewoon dat hij goed moet eten. En dan <laughs> hij, hij weet ook nog niet dat we een SST gaan doen. Ik denk niet dat hij de podcast kijkt. Ik zeg gelijk niks. Echt, hè? zeg we ja. zeggen, maar Robert, we gaan gewoon benen doen. Zorg dat je goed gegeten hebt van tevoren. Ja, we gaan benen doen. Half uur van tevoren nog even... Uh... Ja. vinden of zo. wel lekker. Ja, dan ja. kom ik ook beter draaien inderdaad. Dat is een goede. <laughs> ja, een beetje cola of zo. Ja. Lekker, lekker, opblazen. lekker, opblazen. lekker opblazen. Ja. Maar dat is wel grappig. Dus het is goed dat we dat gaan filmen. En dan uh, dat we dan gaandeweg uh, het een beetje uitleggen. Want er was toevallig gisteren nog dat iemand reageerde op een van onze podcasts. Uh, waarin we wat uh, meer konden uitleggen. Over? Over SST. Oké. Okay. Maar dat is dan gelijk goed dat we net ja. gezegd hebben dat het niet toepasbaar is voor... Ja. Ei voor voor, voor het het i eigenlijk iedereen die het kijkt. Ja. Ja, ja. Goede goeie content man. Het is voor niemand relevant. Nee. Maar... Ja, maar mensen ja. Beneden. Ja, ja. 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 Nee, maar ik snap het Maar ja. dat heb ik ook in die tripsup video, dat wordt wel een lange video. We dus moeten even zien hoe, dat, hoe we dat goed moeten monteren. En dan leg ik dat ook leg ik ook precies uit wat ik doe. Ja. Dus dat is wel heel grappig. En dan film je één of twee sets of film je dan alle sets? Uh, nou ja, omdat het eigenlijk één lange set is, is alles ja. gefilmd. Ja, dat is waar. Snap je? Ja. Dus uh, we moeten even zien hoe we dat heel snel kunnen versnellen of zoiets. Dan kun je die rust nog een beetje ja. de, in die rustperiodes kun je denk ik wel knippen. Dan ik, ja, ja. Dus ja. kijken, wat wil ik nog meer? Oh, en, en misschien nog een. Er uh, zit daar een uh, dikke McDonald's. Ja? Uh, bij, bij Jordan daar. Dus dan, misschien dat we daar nog wat. Uh, kunnen bikken. Wat goed eten kunnen filmen. Ja, ja. Op anderhalve meter. Op anderhalve meter. <coughs> Vorige keer gingen we daar met... Toen was het voordat jij erbij was, hebben we met het hele team McDonald's gehad. Het hele team de meeste hoop mensen. De, uh, Ilona was er toen niet. En... wie uh, was er nog meer niet. Uh, Jim was er toen niet. En Kevin ook niet. Ja. Dus we waren maar met een paar atleten. We hebben voor 170 euro uh, McDonald's gehad. Dus toen gingen we daar bestellen. En toen ging ik het ophalen met Robert en Jordan. En Gary, denk ik. Of Gary was er ook niet zeker. Uh, Gary was er wel. En nog iemand. Het is vieren. Gingen we het ophalen bij de McDonald's zeiden dus ze op oké, okay, wacht even, Ik maak even een nieuwe orde. Want je, je, hebt, je, hebt, je hebt hem helemaal vol. Dus, het was gewoon vol, was gewoon de max. Wow. Toen moest ik wachten en dan moest ik die alvast betalen, volgende ja. orde maken. Toen kwamen ze aan met z'n vijf, vijf van die, of tien van die grote McDonald's zakken. Allemaal twee van die. Ik gooi mijn achterklep wel even ja. op. Ja. Ik heel die achterklep vol in McDonald's. Dat is vet. En alles was op, hè? Ja, alles was op. Ja, ik bestel als ik naar de Mac ga, ook al goed uh, 25 euro hoor. Ja. ja, ja. ja. Twee burgers, 20 kipnuggets. Ja, je bent er zo, hè? Ja, ja ik ook wel. Ja. Ja, maar, maar sommige waren kleine eters, weet je. Reus eet niet zoveel, dat zou je niet verwachten, oh. maar die eet niet zoveel. Okay. En Reus' vriendin was toen mee. Uh, die had ook niet veel. Uh, ik denk dat het zeker 80 euro over mij was. <laughs> nee, maar ik eet wel vrij veel. Ja, dus, uh, ja, dus ja dat is maar wel je, geinig. Heb je jezelf natuurlijk kunnen aanleren? Aanle aangeleerd, ja. 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 Hey, ik heb eigenlijk altijd wel veel gegeten. Dat is wel heel grappig. Ja. Ik weet ik nog dat ik, dat ik echt heel dun was, toen ik begon met trainen, was ik iets van acht, 46 kilo volgens mij. En ook gewoon echt chubby nog. Dus er zat echt niks op ook. Ja. Maar ik moest van mijn moeder altijd heel veel eten. Dat vond ze gewoon, ik weet niet of ze dacht dat het goed was of zo voor me. Ja. Ach, omdat ik nog niet gepest werd dat ik dik was. Wel dus. <laughs> ja. Maar uh, ik weet nog dat ik echt dus zo licht was. En dan nam ik bijvoorbeeld ook echt 15 boterhammen mee naar school. Dat is gewoon nou, een half brood. Ja, dus toen was ik en toen had ik dat gewoon al. Dus ja. ik heb altijd wel best wel veel gegeten. Dan had je ontbijt en dan had je in de middag nog eens fucking 15 boterhammen. Ja, ik ben hey. nog dat ik 15 was en ging naar school bijvoorbeeld. En dan nam ik, had ik morgens had ik een 100 gram havermout, wat best wel veel is. Met een banaan en met een hele eieren, en pindakaas en wee. Dat was dan mijn ontbijt. Dus zat ik ook echt een uur. Dan train ik wel. er was die tijd dat ik zo heel snel Dan dus zat ik echt een uur uit zo'n zo 4-liter blender. Met zo'n zo rietje erin zat ik aan tafel. Ritspiana filmpjes te kijken. Weet je wel, ja, ja opzijpen. Uh, ja, dat was echt een uur. En dan had ik gewoon op school, was gewoon in de eerste pauze. was Dan alweer drie uur later had ik gewoon dan alweer rijst met kip en, en nootjes. En dan daarna kwamen, dus dan bijvoorbeeld, 15 boterhammen gewoon. Tot, en dat was wel dan wel tot het eind van de dag en dan weer avondeten pas. Ja. Maar best wel een hoop calorieën even goed. Ja, ja. ja. intens. Ja, joh. Dus ik verder. Heb, ik heb vandaag uh, op mijn telefoon gezien dat mijn uh, hoe heet het, spullen binnen zijn om uh, bloed af te nemen. Oh, gaaf. Morgen even doen. Ik zit nou in mijn TRT natuurlijk, ja. 125 milligram om de vijf dagen. En uh, ja, dus nu de tijd om even, even uh, het uh, een half liter je bloed af te nemen. Doe ik uh, niet bij de bloedbank. Doe nee, gewoon zelf? Doe ik zelf, ja. omdat uh, bij de bloedbank uh, ja, het is heel druk daar nu. Ja. En ze hebben mijn bloed nu nodig, niet nodig, dus ik krijg geen oproep. Dus nee, ik... Maar mag je er normaal wel heen? Ja, dat is wel een periode geweest dat ik echt regelmatig een oproep kreeg. Oh echt? Ja. Dat, okay. vaak dat ze gewoon, Ik werd een keer gebeld zelfs. Van, kun joh, je, kun je morgen komen of zo? Want we hebben echt bloed nodig. Zo dan. Ja. Maar okay. dat is ja, nu niet meer. Dat is heel bijzonder. Oké. Okay. Ja, dat is echt... Uh, dat serieus, gewoon belden van, we hebben, we hebben joh, we hebben je bloed nodig. Ja. Oké. Okay. Maar nu doen we het zelf. dus is uh, wat makkelijker. Ja. Dus ja. dat kan morgen is Dat is vooral op de gekomen. zwarte markt. Nee, nee, is gewoon via. <laughs> nee, dat is gewoon allemaal legaal. <laughs> We hebben uh, een zuster even een laten zien hoe het moet. En uh, ja, dat is appeltje eitje. Moet natuurlijk niet bagalitiseren. We weten wat we doen. Maar uh, het is... Doe het niet thuis. Nou. Nee, nee, het is voor mij makkelijker om dat zelf te doen dan... Uh... Ja, super. Ja. Maar we hebben nog wat vragen ook. Oh ja. Nou ja heb jij een vragen gehad? Nee. nee. Tenminste, niet op me kan herinneren, want ik heb geen sorry geplaatst. Mm. Ik heb wel wat vraagjes gehad. <coughs> Oh ja, dat was dus iemand. Uh, maakt het uit als je lange esters of korte esters neemt voor de wedstrijd? De laatste weken? Mm, nee, als je droog genoeg bent, dan maakt het uh, geen zak uit, lang of korte esters. Nee, eens. En uh, het is maar net. Het is maar net wat jouw coach uh, je voorschrijft of wat je eigen. Uh, hoe zeg je dat? Uh, voorkeur ligt. En uh, ja, als jij, als jij, als jij, als jij ...niet droog genoeg bent... ...dan kun je misschien met lange esters uh, ...wat meer vol gaan vasthouden. Maar... ...ja, dan, dan moet je gewoon zorgen dat je droog wordt. Ja. ja. En een uh, korte ester gaat daar uh, eigenlijk... Uh, niet, zoveel aan veranderen. ...niet zo heel veel verschil in maken. Nee, denk ik ook. Ik heb mijn... ...vorige prep gedaan op... ...of was dat mijn vorige prep? Ik heb mijn prep... ...zeg maar in 2019... Ja. ...heb ik eerst een fotoshoot gedaan... ...en daarna... Zeg dus maar vijf weken later heb ik mijn wedstrijd gedaan, die Olympia. En de prep naar de fotoshoot is wel helemaal op lange hersters geweest. En dat ging er fout los. Ja, ik heb uh, het 2019-. Voordeel, uh, het voordeel was gewoon dat ik uh, minder hoefde te prikken. Dat ja, dat is echt fijn. fijn ja. Op een gegeven moment word je echt ziek van het prikken. Ja, man. Nee, ik had 2019 Olympia ook. Uh, mijn, ja, de test E was, uh, was, was test E. Ja. De trend deed ik wel uh, siep. Oké. Okay. Maar dat was iedere dag uh, siep. Of uh, acetaat. Acetaat, ja. Dat deed ik dagelijks, wel 70 milligram. Alleen ik. Iedere had, dag? Ja. Wauw. Maar, maar. Maar je nam het natuurlijk erbij. <laughs> ja, sowieso. <laughs> <laughs> maar ik, uh, ik, had natuurlijk, uh, ik had natuurlijk geen standaard-tren-ACE. Ik had tren 200 milligram per ml. Oké, okay. dus hoe heb je dat dan gefixt? Dat was heel makkelijk. Uh, insulinespuitje. Ah, okay. dus dan, uh, dan, is dan is het echt zo'n kleine moeite. Dat is om, wel uh, vet chill. Ja, ja. Ja. Pip is dan wel wat, uh, ja, wat, wat heftiger, maar, denk ik met een ace. Ja. Maar dat is, dat, wel wel, dat is wel omheen te werken. Okay. Dus dat was wel fijn. En, uh, ja, ik ben nog nooit zo hard geweest. Goeie ook doorgezet tot op de laatste dag wedstrijd zelfs. Oh? Ja. Ja, als, jij, als jij droog genoeg bent, dan maakt het echt geen zak uit. Ja, ik ben nog nooit ja maar daar hoor ik heel veel verschillende berichten over. En ik weet niet zo goed wat wa wat wijsheid daarin is. Want weet je wat natuurlijk het nadeel is van dit soort dingen? Het is ook, het is ook anekdotes natuurlijk. Hè? Dus jij, ja, ja. jij zegt nu van ja, dat werkt. Maar was dat ook die prep waar je bijvoorbeeld zoveel Anna van in stand deed? Ja. Natuurlijk, dan, ja, je, tuurlijk, dan tuurlijk. valt er ook wel wat te zeggen. Tegen het ja, ja, moment, ja, ja. Wat zo even in mijn hoofd komt. Ja, maar misschien was je dan wel zo hard vanwege de hoeveelheid staan in Anna van. Ja. Dus je... Maar dan ben je zo hard en droog. Dat, dat uh, zeker door middel van die spullen ook natuurlijk. Ja, dat ja. Het, dat je er niet eens zorgen om hoeft te maken om bijvoorbeeld een groei er, eruit te moeten halen. Nee. Ja. 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 Dus dat is inderdaad wel wel voor te zeggen. Maar dat is best wel moeilijk. Het is denk ik een totale samenhang van dingen. Want ik weet niet of houdt Patrick hem er wel in? Nee. Groei? Nee, haalt alle week. injecties haalt hij eruit. Elf dagen van tevoren. Elf dagen van tevoren. Ja. Wauw. En ik moet zeggen, uh, esthetisch gezien uh, zag ik er echt op mijn allerbest uit. Ik had nergens spot, uh, spot zitten van injecties. Mijn gloed waren goed. Er zat verder echt, het was feilloos. Maar op mijn andere preps... Dat je altijd nog wel even iets zag op mijn schouder. Echt? Ja. Heb ik nog nooit last van gehad. Ja, ik wel. Maar het blijft lang zitten bij je zeker? Ja. Je ja dat, want ik heb daar nooit last van gehad. Ik denk dat ik ook een lange kuur natuurlijk. Ik denk dat het wel echt daarmee dat te maken heeft. Ook. Ja. 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 Dat ook. Hoe, ja, hoe vaak je injecteert... hoe. hoe, hoe ik weet niet wat ik, ben, je ik ben, je je het laatste het moest zetten. Ik denk vijf dagen uit of zo. Korte esters. Wat Roel nog zegt van prik de laatste of zoiets. Ja. Ja. Laat ja. En dan gingen we de, alleen maar over op ooghals. Groei ben ik volgens mij toen ook mee gestopt. Oh nee, ik heb nog nooit een prep met groei gedaan. Nee? nee. de eerste keer ik ben pas na mijn vorige wedstrijd begonnen met groei. Ah oké. Okay. Dat is 19. Dus, dus zo wordt het wel grappig. Ja. Ik ben wel benieuwd wat hij daarmee doet. Ja. Ik denk dat ik... Ik hoop echt dat ik het door mag zetten. Want ik merk wel dat ik voller sta als ik groei heb. Ik denk dat je het wel zeker tot de laatste uh, twee weken. Minimaal. Voel jij, uh, dat is een vraag van mijn kant, voel jij verschil in je energie als je wil of geen groei doet? Je hoort dat wel eens. Um, ik, heb, ik heb over het algemeen. Je hebt weinig, sowieso geen last van, hè? Weinig, ja, ik wel. Ik weinig, man. Maar dat, dat is wel salm, echt. Hoor. Ik merk wel echt dat dat uh, naarmate. De jaren is zeg maar dat dat beter wordt Want mijn eerste paar preps waren. echt verschrikkelijk, oh, dat geeft wel hoop. Ja, en okay. dat is echt wel beter geworden sinds de laatste drie preps. De laatste, okay. Ja, laatste vier preps. Ja, dat je lichaam gewoon iets meer ja. moet wennen aan af en toe laag bodyvet hebben of totaal ja. natuurlijk ook minder. Ja, die op word je ook steeds minder uh, hoog bodyvet. Ja, Want dat ik is ik echt, echt hoor. dat dat voor mij wel echt een, een killer is. Ik heb dat zodra ik op dieet ga, eigenlijk de eerste twee, drie weken gaat het nog, ja. dan is het. Dan ben ik zo moe. Nu valt het nog wel mee hoor, maar het, het... Nee, ik eet nog uh, op de, op de ja, helft van de, de week over. eet ik 3700 calorieën. Ja. Dat is echt veel voor een prep. Ja. Nee, mijn laatste prep uh, nagenoeg uh, geen last van gehad. En ook geen honger. Geen honger. Wel met wel even korte, korte dip na de training uiteraard. Als ja. je een honger uh, hebt of, of Nee, dat ik per se ben. maar meer door mijn glycogeen heen gebrand. Okay. En dan even wel een dipje moe. En ja. dan pak ik mijn post workout en dan uh, ga ik even verzitten bijkomen en dan is het weer goed. Oké, okay, ja. gek. Ja. Oké, okay. ik ben je loers. Ja, maar het kan best zijn dat er nog wel komt hoor. Ik, hoop, ik hoor veel van, uh, van prozo. Ja, dat hoor ik ook wel veel. Dat is steeds makkelijker. Wordt. Ja. Dat hoor ik wel veel. En dat het ook wel iets met leeftijd te maken heeft. Ja. Heb ik ook gehoord dat als je jonger bent dat je er meer last van hebt. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. ja, pardon. Even kijken hoor, een paar vraagjes. Weer re, re, over het algemeen uh, gear gerelateerd, ja, maar dat is niet erg. Ja, ik even, vind vinden mensen leuk, denk ik ook het meeste te winnen. Ja. Hè, denk ik. Nou, ja, Wat vinden jullie leuk. van Bolden Known meer bulk kut compound in jullie ogen? Uh, nou, wel een goede vraag. Ja, ik kan, ik kan zeggen dat het voor ieder moment als een plek heeft. Ik heb het uh, in bulk gebruikt en ik heb het in een kutfase gebruikt. Moet ik moet wel zeggen dat het in die kutfase een van de eerder eerste componenten zijn... die er dan uitgaan. Het uh, maakt dan plek weer voor andere componenten. Maar het kan zeker. Kan zeker. Niet tot einde. Dat, uh, dat dan weer niet. Als ik echt een... Nou, definitief antwoord moet geven... dan zou ik zeggen... hou het simpel en hou het gewoon voor in een bulk. Exact. Dat zou ik ook zeggen. Ja. Ja. Wat, ik, wat ik toch zie... is dat veel... Uh, als ik dan mijn eigen... Ervaring zegt uh, vrij weinig. Ik heb er niet zulke goede ervaringen mee. Ik heb het twee keer gedaan in de off-season. Of in de off-season, ja, dat is een vervelend woord. Hey, off season. Nee. In de groeiperiode. Ja. Maar twee keer niet dat ik, wel dat ik het door het natuurlijk dat kuurde, ook omdat ik al vrij laag zit in mijn in cruisefase, maar. Uh, niet veel meer als dat ik dat heb met alleen de test. Dus ik heb nooit echt de toevoegingen ervan heel erg gemerkt. Um, wat ik bijvoorbeeld bij een uh, MPP wel heb. Of ja. uh, nou ja, neem maar iets anders wat, wat, ik, wat ik ook wel graag doe in een off-season als ik echt, echt hoog raak. In gewicht is Annapolan bijvoorbeeld. Ja. Want dat vind ik echt te gek spul. Dat is echt, zodra ik dat neem, dan ga ik als een tierelier. Ja, nou word ik sterk, en word <laughs> groot. Ja, maar maar dat is dus wel echt zoiets waarvan ik dacht van, wauw. Weet je, ook achteraf, niet alleen in het moment. Want ja, natuurlijk is het leuk om gelijk even versterkt te worden. Maar ook achteraf dat ik denk ik van, ja, dat, ja, daar heb ik echt veel profijt van gehad. Met die bot had ik dat niet. Bij klanten vind ik wel dat het goede resultaten hebt, Maar inderdaad, vaak voor een aankomperiode. Bij jongens die op wat lager bodyfat wil houden. Uh, omdat, ze, omdat ze vrij makkelijk vetmassa aanzetten. Ja. Anders dan, uh, weet je... Ik heb ook wel jongens die zeggen van... Ja, kom maar het moeilijk aan. En zo, die geef ik dan liever een dekaatje of zo. Ja, precies. De, de kom ik dan makkelijker mee, die komen dan makkelijker mee weg. Ja, ik moet zeggen eigenlijk... Als ik er zo over nadenk... Dat ik er ook niet per se heel veel voordelen van ervaren heb. Nee, nadelen eigenlijk. Ik, 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 ik ben er niet gek van, persoonlijk. Ik schrijf een... het ook zelden voor. Ja. Het enige Sommige... voordeel wat ik ervan... Uh, van vindt is dat het uh, de eetlust wel een beetje wat opwekt. Ja, en ik ben minder moe als dus ik eindelijk de trap oploop. Ik word dan juist meer moe van, man. Want bij, wat er bij mij gebeurt met Bolt, is dat mijn uh, rood bloedlichaam is echt uh, door het dak ingegaan. Ja? Ja. Okay. ja. Daar heb ik uh, heel snel last van met Bolt. Juist, en dan omdat je dikke bloed hebt. Ja. Dat bindt ook meer zuurstof natuurlijk. Hè? Ja. Dus je dus uithoudingsvermogen ja. zou beter moeten zijn. Ja. In feite. Maar ja, je bloeddruk ook weer. Dus dat ja. is een beetje. Zoals je ik heb volgens mij nooit zo heel veel last van hoge bloeddruk. Nee. Dus dat ja, is denk ja. ik mijn winst dan daarin. Nee. Maar inderdaad, ik, uh, niet mijn favoriete middel. Nee, nou, ik zou ook uh, voor mij persoonlijk eerder grijpen naar wat anders dan naar een bold. En dan als ik bold toepas bij mezelf, het, hoe het bold toegepast is de laatste uh, periodes bij mij, dan is het lager doseerd en dan is het puur om de eetlust op te wekken. Oké, okay. nou, dat is ja. bij mij nooit een probleem. Ja. Eetlust. Ja, als ik echt hoog zit, dan moet het wel echt uh, aangewakkerd worden bij mij. Okay. Ja. Dus dan is het ook gewoon uh, tot uh, half twee s'nachts door eten. Ja, dat, ken ik, dat ja. ken ik dan weer wel. Ja. Ja. <laughs> ja, wel een leuke vraag. Ja, dat is een goede Even kijken, kunnen we hem nog verder toelichten? Meer mm. bulk, compound. Ja, nee, we hebben, we hebben hem denk ik. Uh, <laughs> ja, dus zeer waarschijnlijk uh, Stuur even een berichtje voor nee, naar Jonathan voor een betere uh, ja. Alternatief. Deze is voor jou, Jannes. Oh. Welk merk Hondenbrokken raad je aan te nemen tijdens een hypo? Tijdens een hipo. Dus <laughs> um. kijk, ik heb best wel wat Hondenbrokken geproefd. Serieus. Ik ga je gewoon nog... Oké, okay, ik wil even tussendoor inhaken. Want ik vergeet het nou voor de tweede keer. Ik wil nog even iets zeggen dadelijk over, uh, over het verschil van esters. Even mee op onthouden. Oké, okay. want ik uh, ervaar erin. Oké, okay, terug naar die jongen. Oké, door onder brok. Ik heb een uh, zaakje op de hoek bij ons. Uh, die, die maakt al het, uh, alle snoepjes zelf. Dus die vrouw heeft een droogmachine dat is wat gek. Dus daar gaat gewoon long in, et cetera. Ja. Die droogt het zelf. Dat, is, dat gaat echt heel raar klinken, maar dat is best wel goed te eten. Ja. Dus uh, Lamslong verkoopt veel konijnenoren. Dat is gewoon een oor van een konijn met haar eraan. Heb ik geproefd, is niet vies. Nee, Zoals het ja, maar van de konijn wordt regelmatig gegeten door mensen. Het is niet vies. Maar uh, wij kopen altijd van die... Uh, de, de echte dierenwinkel in de Helder, die maakt ook zelf koekjes. Ja. En dat smaakt eigenlijk net als biskuitjes. Dus die zijn, zijn lekker. Ja. Dus uh, maar als ik er dan <laughs> maar toch Maar je weet het ook zeggen, gewoon. Ja, ja. <laughs> ja, maar alle hondenkoekjes zijn <laughs> lekker. En voor een hypo uh, kan je het best, denk ik, uh, als je die wel hebt... En je moet toch dierenvoer eten. Ik denk, ik denk zo'n zakje, zo'n zakje kattenvoer van het ja. zachte voer, ja. dat moet wel allemaal suiker zijn. Ja, lekker. Ja. Dus even ik krijg slime, zo volg je. Ze zullen we het de volgende keer meenemen. Gaan we het gewoon, gaan we taste testen? Taste testen. Ja, ja. ik zou het op opvrijden ook. Ik heb zo'n honger. Ja. Ik zit ook heel depressief <laughs> al de hele tijd achter jou te kijken. Ik is dat niet, het? Dat is, kijk, besef ja. dat, is, dat is gewoon wat ik de rest van de, van de dag nog mag eten. Oh, dat is wel echt zielig, man. Echt ziek, zeer weinig. Ja. Oh. Ik heb ook een bak mee voor de verandering. Normaal, twee keer geleden hebben, dacht ik... Uh, McDonald's. Dacht het handig te zijn om gewoon geen eten mee te nemen. <laughs> maar wat ik nog wilde zeggen was... Uh, ja, wat ik dus merk... Zes. Ik heb tijd gedaan uh, gebruikt. Ja? En, oh, uh, dat vind ik interessant. Ja. En, ja wat theoretisch gezien zou je dus zeggen, test is test. Ja. Maar wat ik dus... En dat heb ik nu al een paar keer geprobeerd. Om, om er echt achter te komen of het nou... Of het nou Placebo is of dat het echt zo is, is dat ik wanneer ik van test uh, Sip of prop weer overga naar E, ja. is mijn libido ja. diezelfde dag gelijk beter. Oké. Okay. Dus, dat is honderd. Dus, oh, serieus. Dan prik ik. Ja. En ja, dat klinkt misschien raar. Maar dan, ga ik, dan, dan weet ik, dan ga ik naar bed. En dan moet ik mijn vriendin gewoon een paar, uh, paar dingen opzij gaan liggen. Want dan wordt uh, ze gewoon ja. aangevallen. Ja. <laughs> dus, okay. Daar kan ik de klok op gelijk zetten, man. Oké. Okay. En daar heb ik nu een paar wat keer geprobeerd. Want hoe ik daar achter gekomen ben... Nou, ik, ik was een keer uh, door mijn test E heen. En ik ja? had nog uh, ik had nog uh, siep liggen. Ik dacht, nou, ja? weet je wat? Test, test, maakt geen zak uit. Uh -huh. Ik die siep erin. Nou in principe geen, geen verschil, geen verandering. Totdat ik dus weer dacht, nou, ik ga weer een keer over op die E. En... Uh, gelijk dat heb ik nu twee keer geprobeerd en de andere keer de vorige keer was dus dat ik van prop weer vanuit mijn wedstrijd prep naar test E ging ja. ja hetzelfde die test E gezet en dan niet eens gekke dosering hè? gewoon uh, 200 ja? milligram of zo maar de test E verhoogt je ja. libido of de test ja. C test E oké okay. ja oké okay. kan ik de klok op gelijk zetten Wat gaaf dat is echt uh, zo raar oké okay. dat dat dat, uh, dat ik me denken, of tenminste, dat, uh, ik zag vanmiddag iets voorbij komen. Ik ben geen fan van hem, maar die Tony Huge. Die kwam toevallig vanmorgen op zijn, uh, op zijn uh, Instagram. Hoe Heet hij? Tony Huge, waar we de vorige keer over hadden. Hij is niet Huge, hij is geen dokter. En hij, en hij, eet, <laughs> en hij eet geen Tony. Dokter Tony Huge. Waar zag ik het nou? Ja, ik wou net zeggen. Hey, maar Libido dropped significantly. As my testosterone levels drop to normal. Today I did my once a week TRT shot of 200 milligrams. Dus, ja, TRT is voor iedereen verschillend natuurlijk, maar 200 is wel hoog. I felt the libido boost within hours. Dus ik las dit en ik dacht, ja, dat heb ik ook. Oké. Okay. Zo raar? Ja. vaag. Ja. Dus hij, wat hij dan ook zegt is uh, dat hè, dat iedereen uh, op een andere manier die uh, en uh, die test uh, metaboliseert. Mm -hmm. Dus dat bij de een gewoon sneller uh, yeah, werkt dan bij de ander. Ja, dat heb ik uit ervaring wel al meegekregen. Yeah, my body also metabolizes it very quickly to where my levels are noticeably low in less than a, than a week despite something like an 11-day supposed half-life. Dus hij, okay. hij, wat ja, hij dus ja, zegt, hij is eerder ja, door die door, die, oh, halfwaarde die, door heen. die halfwaarde heen. Ja. Oké, okay, dat is wel heel interessant. Ik zou ja. daar ooit wel. Ik ben wel benieuwd of daar ooit een onderzoek voor is gedaan, want dat lijkt me wel te gek. Ik belt me nu weer. Nu oh, weer gebeld? Ja. Joh. Maar dat is, een, dat is wat mij nu al twee keer is opgevallen. Dus en ik zag deze post en ik dacht, nou, dat is wel leuk om uh, nu even in die podcast uh, te bespreken. Ik heb daar ja. dus verder nog geen onderzoek naar gedaan of zo, dus ik weet niet ja. in hoever daar onderzoeken over zijn. Ja. Ik wil het mijn volgende off-season wel even proberen. Ja. ja. Oké. Okay. Next. Grappig. Vraag. Ja, gek, hè? Even kijken, hoor. <coughs> uh, zijn er anabolic steroid dokters in Nederland, net als in de USA? Ja. Ja? Ja, heb je wel. Uh, er is hier, ik weet niet meer hoe die heet. Zou ik even, ik weet niet of Alex en Herman zijn, zou ik moeten vragen. Er is hier een dokter en die helpt mensen ook uh, na het gebruik. Ja, oké. Okay. Om... Ja, maar dat, dat is... Ja, die... ja, dat is Diederik Gommers. Nee, je zegt niet volgens mij over het anders houden. Nee, nee, nee. Die die, die, die geeft je alleen uh, COVID-injecties. <laughs> ja, precies. Nee, maar hij heet wel Diederik. Dierik Diederik Smit. Nee, ik heb het over een andere. Oh, ja. hij is internist. Weet je, had ik wel echt grappig. Ik zag kapie. Maar... Jongen, ja, dat, dat wordt. Gaat je reclame, Gaat je ja. sponsor? <laughs> Wat ik wel grappig vond van Diederik Gommers, trouwens, is dus dat hij gezegd had van. Uh, uh, ze hadden gevraagd: van... Uh, waarom. Uh, het percentage vrouwen in de zorg wat niet uh, gevaccineerd wil, wil worden, zo hoog is. Ja. Dat is Echt heel hoog. Had hij gezegd omdat gemiddeld gezien de vrouwen in de zorg minder hoge Q hebben. God, wat zei hij dat? dat is twee weken terug, ja. <laughs> Vet veel shit gekregen. Ja, joh. Ja. Was op nationale ja. TV, zeker. Ja. ja. <laughs> ja. Was een beetje lekker of zo. <laughs> Stuk. Ja. Ik, ik kijk al wel die baas, programma's wat? niet meer. Ik ook niet, maar ik hoorde net ja. de dag en nacht. Gekke propaganda, zo. Dat is wel lachen. Dat is wel echt geld. Dan geef je echt geen volk. Ja. ja, maar ik denk, dat, ik denk dat dat niet eens de intentie was van hem om zo... Om nee, zo... maar het is natuurlijk een gekke wereld waar je dat niet kan zeggen. Het is de vraag of het waar is, maar dat je dat al niet kan zeggen is natuurlijk te gek voor woorden. Ja. Terwijl het in de realiteit waarschijnlijk heeft hij al gelijk. <laughs> waarschijnlijk wel. De of dat gelinkt is aan vaccineren is natuurlijk de vraag. Maar ik denk wel dat qua IQ, vrouw in de zorg, dat wel ongeveer klopt. Ja? Denk ik wel. Ja, hij zal het ongetwijfeld weten. Die man uh, zit aan de top van ja, de... Van de zorg. Ja. Zegt ook wel iets over hem is ja. gewoon een hele sector. Ja, ja, <laughs> ja, ja. ja. Nee. Maar even terugkomen op die, uh, die testers of uh, anabolic steroids-dokters. Ja. Ja. ja, je hebt er wel eentje met zijn naam kwijt, uh, maar die schijnt heel erg anti te zijn, maar die is er wel tot op zekere hoogte gespecialiseerd in. Ja. ja? En als je dan ook, zeg maar, uh, problemen hebt met het, jezelf dat je zelf uh, je eigen productie weer omhoog... Uh, Krikken, dan kom je ook bij hem en dan gaat hij je echt helpen. Ik weet dat uh, Arthur Groeneveld nu bij hem loopt. Maar dat is niet Diederik Smit. Nee. Want die heeft nu uh, een paar series met uh, Jeffrey Suikerbuik gemaakt. Oké, okay, maar dat is hem niet. Oh, oké. Okay. Zeker. Ja. Alles kent hem ook goed. Die heeft nog wel eens wat trainingen met hem gedaan of zoiets. Wat, uh, wat Ook wat, wat uh, steroïde trainingen gaf hij dan. Ah, oké. Okay. Is dat Peter Bond? Nee. Zou is ook een slimmerik. De, de naam zou ik herkennen, denk ik. Maar ik weet het niet meer. Niet precies. Moet, wat mee. doet Arthur nou bij hem dan? Uh, Arthur uh, gaat nu een beginnen, heb ik begrepen. Ik oh, okay. weet niet of ik dat eigenlijk moet zeggen hierop. Zal hem even hebben straks. Dus moet je ja, dat is, je maar uh, <laughs> maar zover weet ik, uh, Arthur is daarmee bezig. Want hij zoekt nu even genokt met zijn prep. Want hij is aan een klas. Je weet hoe het gaat bij Arthur. Hè? Ja. Arthur maakt al heel veel gave plannen. Zo, so Arthur, kun je uitnodigen. Dat is wel leuk denk Dat je, je wel gelijk heel veel views krijgt omdat die iedereen voor je maar kapot maakt ja precies want die iedereen <laughs> kapot maakt ja zo'n voor vast. de volgende keer nou nu, ja is goed ja. Dat vindt die denk ik wel leuk ja toch ja dat denk ik wel kleine ik heb ook een tijd nog gezegd ik wil dat nee, dan zal ik zal ik dan zo'n verhoging op zo'n stoel zetten ja zo, heb je zo'n babysitje ja zo'n babysitje ja, ja. <laughs> ja. Ik ben bezig met die uh, opnames van uh, al die oefeningen. En ja. We hebben één oefening, de incline chest press bij uh, Fox Hammer Strength. Ja. Geniale machine, plate loaded. Ja. Maar ik kom daar niet met mijn voet bij de grond. Echt waar? Grappig is dat, ja. Dus ik was die aan het opnemen. Dacht ik, ja, het ziet er niet uit eigenlijk. Ja, Verlul, maar het ja. is ook weer zo obvious. Als je dan alle oefeningen met jou opneemt... en dan één oefening met iemand anders. Ja, ja dat weer een, dus een beetje dat doen we niet. Ja, maar ik ga. heb wel met Arthur... Uh, ik heb wel een beetje uh, tegen hem gezegd van... Ik doe nog ik doe één keer nog een Nederlandse wedstrijd, ja. maar dan moet jij meedoen. Ja, ik zou ook wel graag nog een keer tegen Arthur staan. Ja. ja. Dat is wel een geinig gozer. Ja, dat is leuk, ja. ja het is wel leuk. Ik kan hem wel waarderen. Heel veel mensen ik mogen hem niet. Ik vind hem ook niet, leuk, ja. maar Ik vind hem wel leuk. Hij zegt gewoon, gewoon wat hij vindt. Ja, ik hou er wel van. Arthur gaat ook... Uh, ik, ik heb het nu... Ja, natuurlijk, even kijken hoe ik dat logisch moet uitleggen. Uh, Arthur is natuurlijk gesponsord atleet van de groothandel hier. Ja. Een manier om nu toch vanuit die gesponsord leed, van die kunnen eigenlijk niet zoveel toevoegen aan de groothandel. Maar ze sponsor, sponsoren, Alex sponsor dat eigenlijk, of wij als groothandel sponsoren dat eigenlijk meer uit Goodwill. Uh, om nu een manier te vinden om toch die cashflow te genereren, gaat dus iedere gesponsord leed van de groothandel gaat ook reclame maken voor de klanten van de groothandel, waaronder dus Oh ja. Dus Arthur krijgt nu ook een kortscode bij OnlyWay en dan gaan we proberen om... Ik wil graag ook een YouTube-video voor de OnlyWay-channel doen met Arthur, het Het bij Een training met Arthur Groeneveld of zoiets. Ja. En dan af en toe inderdaad ook dat ik hem voor dingen kan gebruiken van als OnlyWay-zijnde. Dus dat is wel leuk. Ja. Dus dan ga ik wel iets ja, ja. meer met Arthur gaan doen. Ja, ja leuk, ja. En en hij stoel uh, draaien ook. Dan. Ja. Ja, gaaf. Ik vind Arthur wel echt een goede, goede bodybuild. Als die, ja. als die... Zoals die ze best zou doen. Ja, man. Ja zeg ik ook al tegen hem zegt hij ja bullshit. daarom durf ik nog wel een keer tegen hem. Daarom wil ik een keer tegen hem staan. Hij staat toch altijd op 70%. Ja ja. 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 ja, dat denk ik ook. Arthur en ik hebben samen op de Night of the Dutch Champs gestaan. Oké, okay, ja. Ja, ja. ik heb ik had gelijk van een vo van voren af van aangezet Ik doe mee, maar ik ga niet preppen. <laughs> Oké. Okay. Dus ik had ik stond daar gewoon in mijn ja. off-season shape. <laughs> Echt? Ja. En Arthur, okay. die, uh, die, had, die had volgens mij ook wel een beetje geprept. Maar wij waren de enige die dan... Of stond hij er wel? Ik weet het niet meer. Nou ja, in ieder geval. Ik stond daar in mijn off-season shape. Ja? <laughs> ja, ik ging helemaal stuk. Was dat leuk? Ja, was een super ervaring. Ja. Okay. Ik dacht, ik moet meedoen. Want dit is een kans die je in principe ja. nooit meer krijgt. Nee, ik ben niet uitgenodigd. Nee? Persona non, non grata. Nou. Ik was geen champ. Nee hè? Geen maar? idee wat de rijder was. Nee, het maar was BBF. Jij... Ik was toen al weg bij de. NBF. Ja, jij zat al bij... Uh, het ja. was Persona non grata daar nog steeds eigenlijk een beetje maar ja wordt niet gewaardeerd daar maar zou ik jou zelf vertellen na de Olympia anderhalve week later of zo mm -hmm. werd ik gebeld Juliet Bergman Ook oh, ik dacht moest dan moest hm? dan komt hij wel regelmatig nu is het wel, ja, mijn het is maat wel weer. goed hè nu okay. is het maar ja ik, ik ben echt heel goed dat is om, ik ook maar dat is denk ik omdat ik sinds ik bij Alex werk ja okay. hij zit ook heel goed met Alex ja, nee ik ben altijd wel uh, altijd goed geweest met hem ik wil hem trouwens ook nog een keer op een podcast hebben dat is wel leuk dat Heeft is wel hij ook een slimme gozer ja hij heeft ook gezegd, uh, ik had een berichtje gestuurd over. Ja. Hij zegt, uh, ik, met niemand doe ik een podcast, maar met jou doe ik het. Oh, dat is wel leuk. Ja. Ja. Dus die gaan we nog wel een keer doen ook. Ja, dat is wel tof. Ja. Ja. Maar uh, wat wil ik nou zeggen? Uh, oh ja, ik werd dus gebeld door Juliette. En, uh, toen zei ze, ja, ik had begrepen uh, dat je een NPC-wedstrijd gaat doen. Ik zeg, ja, die heb ik al gedaan. Oh, oh, oh. Ja, ja we willen zeggen dat, uh, dat je niet gedisqualificeerd bent. Dus je kan nog gewoon, je kan nog gewoon meedoen. Oh, ja. oh oké okay. nou, nee kijk Orson vind ik tof, een toffe gast voor de rest daar heb ik geen mee. met Juliette denk ik wel echt van en die dingen als ze we weer dan te veel gedronken hebben dan op Facebook en als je ja. tijdens gaat schoppen ja sorry maar dat vind ik dat ik dat ook kan zeggen ja dat soort ja dat zie rare of berichten voorbij komen ik weet nog dat ik uh, zeg maar ook toen welke wetten ben ik toen overgesprongen? toen heb ik voor het laatst zeker de GP gedaan en toen had ik geshared ge van uh, ik ga nu dan uh, preppen voor uh, welke ging ik doen voor die amateur Olympia dan en die weken voor had ik nog wat... jij ja, dan like je wel eens wat, weet mm -hmm. je wel. En toen de week erop zei iemand... Oh, moet je even bij jullie kijken op Facebook? Dus ik op Facebook zoeken. berg Bergman bestaat niet meer. Oh. Dat hebben we gewoon geblokt. Ja, joh. Ja, wow. omdat ik een wedstrijdje ging doen met een andere man, ja. denk ik van, jongens, jongens. Ja. Dat ja. is dan wel jammer, hè? Dat vind ik dan best ja. sad, weet je wel. Dat, ik denk van, weet je... Maar ook hoe ze zich toen zo uitgelaten hebben over... Uh... Het was, was ook een wedstrijd. Ja, een over, die wedstrijd, wedstrijd, over die wedstrijd van Liona toen. Ja. Terwijl Liona Le altijd hartstikke tof is tegen iedereen. Ja. Die zegt ook van doe lekker een wedstrijd anders als anders. Ja, ja, inderdaad. En, ik vind dat veel en dat zegt Osta nu ook hoor. Ja, oké. Okay. En ik vind dat veel toffer. Weet je, het is al, al zo'n klein wereld. ze laten we elkaar ook een beetje wat gunnen. Toch? Ja, tuurlijk. Ja. En als jij echt vindt dat je de wedstrijd van de MBF leuk vindt, Ga die dan lekker doen? Ik, ik vind gewoon dat je de wedstrijd moet doen die je leuk vindt. En waar jij ambitie hebt. Als jij ambitie hebt om, jij dat even zeg maar, weet ik veel, een GP ooit te winnen ga lekker de MBBF doen. Ik heb de ambitie om ooit in de Pro League te staan, dus ik doe daar mijn wedstrijden. Ja. Verder niks over de NBBF, want ik vind het leuke wedstrijden. Nee, zeker. Om, weet je, Zet wij gaan ook er, wij heel gaan graag een een wedstrijden een als... met mijn klanten ook bij de NBBF. Wij gaan er als sponsors heen en ik vind het heel leuk daar. Ja, maar voor mezelf is er, ik, ik, ik ik heb gewoon een ander pad gekozen en weet je, ik heb zoiets van hé, hey, laten we er gewoon even goede vrienden doen. Ja. Ah, niet over zeiken. Maar dat is ook wel dat is wel fijn. Die, dat, dat, dat O's Oslanden dan nu ook wel. Uh, ja, die is gewoon tof en, en Alex die Doet nu ook wat dingen binnen de MBBF. Ja. Dus nu is daar geen probleem meer van mij uit. Ik kom daar nu heel vaak. Alleen toen was dat... Dat vind ik dan weer zo gek, weet je. Dan doe je weer zakelijk wat dingen en is het ja. dan weer oké. Okay. Dat vind ik een beetje vaag verhaal. Ja. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat... Uh, want opeens was NPC natuurlijk ook ja, actief in Nederland. Dus ik kan me wel voorstellen dat je dan... Dat je dan heel erg uh, in een hoekje gedreven voelt of zo, weet je wel. En dat je dan niet weet hoe je daarop moet reageren. Nou ja, dat kan ik me begrijpen. Alleen ik denk dat een... Offensieve manieren van dat soort dingen regelen, altijd terugslaat. En dat is ook gebleken ja. natuurlijk uiteindelijk. Maar ja. ik geloof altijd in de marktwerking. En dat is met wedstrijden hetzelfde. Op het moment dat jij de leukste wedstrijden organiseert voor de atleet, gaan de meeste atleten bij jou meedoen. Ja. Period. Zeker. En misschien, en daarom, in mijn opinie, zie je nu dat bij de PCA en bij de NPC meer atleten komen als bij de MBF. PCA ook, ja? Ja, dat is afgelopen oh. keer ook heel druk. Oh. Maar dat is ook omdat die wedstrijden gewoon denk ik beter georganiseerd worden voor de atleet zelf. Ik heb me nooit in PCA verdiept. Dat is wel, is wel leuk hoor. Ja? ja het, is wel, het is voor de atleet veel leuker, omdat A, je gaat het podium op uh, met je hele line-up. Mm. Dan heb je eerst zeg maar je, je vaste poses, dan je routine. Dan gelijk de uitslag. Mm. Dan kan je omkleden, ga je in het publiek zitten. Dus oh, je ja. bent ook niet de hele dag bezig. Dat vind ja. ik, vond oh, ik, ik als heel vervelend, maar ook omdat ik twee klasses moest doen. Ja. Dat is punt A. Punt B is er helemaal geen reclame bijvoorbeeld op het podium. Want ze vinden het heel belangrijk dat er en een mooi, in een mooi theater is. En dat het ook een leuke ervaring is. En dat vind ik gewoon heel gaaf. Ja, maar is dus echt iets ook, meer, ja. meer voor atleten. Dat op NPC ook. Maar toch, NBBF daar iets in achterloopt ten over, tegenover hun. Ja. Dus, dus dat is denk ik een reden waarom veel mensen kiezen voor de MPC of BCA. En dat, dat is denk ik goed, dat je daar een soort marktwerking in hebt. Ja. En waar bestaat dat nog? Nee, is volgens mij allemaal klaar. Ja. ja dat uh, nou, weet ik niet precies, maar dat, je hebt wel gewoon wat kleinere bonden, maar volgens mij is het allemaal wel. Weet ja. beetje. En net zoals die, uh, je hebt ook die Natureel Bond natuurlijk. Je dit ook uh, uh, oef, Imba. Imba. Maar ik heb begrepen, NPC gaat nu ook Natureel Wedstrijden doen, dus ja. binnen de kortste keren zal er, verwacht ik ook niet veel meer van de Imba. Zal ook gewoon gedweld worden, ja. ja. Ja, maar weet je wat ook is bij de NPC, dat is zo'n grote internationale machine. Ja. Die hebben zoveel. Kijk, iedereen volgt de Amerikaanse. Weet je, qua bodybuilding loopt het Amerikanen alles voor. Dus, dus ze ja. kijken allemaal naar hun, naar hun favoriete bodybuilders. Die doen de NPC-wedstrijden. Daar wil willen ze ook allemaal in. Mm. En dat, dat is op alle vlakken. Ik wel een leuke spoiler. Ik ben nu bezig met Only voor een Cream of Rice-product. Nice. Als eerste ja. hier in Nederland. Twee <laughs> en vier kilo's. Heel goed. Uh, die zo, niet zo belachelijk duur als uh, JP hoop ik. Nee, hopelijk veel goedkoper. <laughs> ja. maar, maar weet je, heel veel mensen kopen het nu als Bambix, ja. dan, dan betaal je helemaal schil. Ja. Uh, hij heeft dan een beetje fancy smaken. Mm -hmm. Ik wil dan eigenlijk naturel, vanille en choco. Dat zit. Daar maak je vriend van mij heel erg mee mee. En ik denk dat, dat daar echt wel markt voor is. Maar 100%. Dat is. Mensen vragen van de week vroeg iemand had ik het er ook over met iemand. Hier. Die zei: van, waarom zou je dat, zou je dat doen? van nou, alle Amerikaanse bodybuilders eten allemaal cream of rice. Ja. Dan, vervolgens gaan alle Britten het doen en daarna gaan de Europeanen het doen. Dus met alles, de, in die bodybuildingwereld volgt het gewoon Tuurlijk. Amerika en alles. Dus ik denk dat er markt voor is. Dus dat is een kleine soort van pre-sale die ik nu al maak. We zijn ermee bezig, dus die komt hopelijk snel uit. Dat is wel iets wat ik snel wil lanceren. Ja. Dus, uh, ja. Ik denk dat de het een goede zet is. Ja. ja, dat is wel tof hè. Ja. Ja, Ook nou, al zei je, uh, maak je een vriend van mij heel erg blij mee. Die, is uh, mijn lijn. Oh, die, die nu is wel uh, mooi droog. Ja. Oh, ja, ja. ja die, 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 die jongen die, ja. Ja, die, die heeft twee keer uh, op een dag Bambix. En elke keer als hij dan aan het eten is, ja. dan stuurt hij een appie. zegt hij, oh, wat is rijst de bloem toch lekker? Dat is lekker. Ja. Ja. <laughs> ik ga het opzoeken. Ja. Dan dan wil, die, ik de, wil ik de 2 kilo in potten? Ja. In dezelfde maat waarin ik ook de 2 kilo eiwit krijg. En dan de 4 kilo in een emmer. Ja, nou ah, ja, goed. Ja. Ik vind zakken vind ik niks. Ik weet niet zelf persoonlijk, ik doe het eigenlijk allemaal op persoonlijke ervaringen. Persoonlijk zakken vind ik altijd ruk. Is ook zo. Producten in zakken vind ik, ik weet niet. Het staat niet klas, het voelt niet. Nee. Het, het gaat nooit goed dicht. Het is één keer goed en dan is het kut. Ja, is het een, geeft een zooi. Ik heb een huis vol met dieren. Hè. Ik heb natuurlijk die 300, ik heb een kat. Als ik zakken open laat staan, dan gaan er vieze haren in zitten, whatever. Mm, ja. Dan moet ik het weer in een kast zetten. Ik wil gewoon potten die ik gewoon dicht kan draaien, die ik gewoon aan de bovenkant kan pakken. Ja. Ik weet niet, ik vind het gewoon fijn. Ja, is ook zo. En die zakken, wat mijn kat dan in ieder geval doet, is die, die, die gaat erop bijten. <laughs> ja, ik zweer het. Iedere zak in mijn huis is aangevreten <laughs> door die kat. Ja, dat is echt verschrikkelijk Ja, jongen, kut. <laughs> ja, ik weet niet, ik, ik vind zakken niks, dus ik, ik, dat is wel tof van je eigen merk hebben. Ja, ik vind dat... zakken niks, dus ik ga ook gewoon geen zakken uitbrengen. Ja. De, als Laat. mensen dan aan jou vragen van uh, waarom ben je, je eigen bedrijf? Zo, ja, ik vond die, ik wilde mijn eigen perks hebben op uh, mijn producten die ik had. Nou ja, maar ik, ik, ik heb dan zoiets van als ik dat vind, dan zal de rest dat ook wel vinden. In de, in de meeste gevallen. Ik vraag natuurlijk wel wat mensen. Nee, wonderen jou vraag ik dan net weer met zo'n eiwit vraag ik wel. wat dingen waarvan een paar mensen waarvan ik dan hun mening vertrouw, vraag ja. ik dan om dat soort dingen. Ja. Maar ook lang niet aan iedereen. Want de meeste mensen die hebben denk ik niet uh, de, de ervaringen en zo. Maar mensen waarvan ik denk, van nou, die geven eerlijk hun mening en die, die vraag ik er dan over, maar nog steeds mijn eigen mening daarin leidend. En als het een beetje overeenkomt met wat ik denk, dan doe ik dat. Ja. Dat voelt goed. Ja, dat is mooi. maar ja, De is... vraag gaat werken natuurlijk. Maar het is ja, toch dingetjes. Dat, dus, uh, ja, zoals ik een beetje de lijn zie en wat je nou uh, steeds aan het doen bent, zie ik, zie ik niet iets dat, dat waarvan ik denk, van nou, nee, dat, uh, wat je dan nu aan me vertelt en zo, ook over die Cream of Rice. Dat het iets is waarvan ik denk, nou moet je dan wel doen. Denk ik niet. Nee, dat denk ik ook niet. We hebben hier al emmers. Dat is wel te gek. Ja? Die heb Alex ooit gekocht voor het oh. de muzzle junkie producten. Daar gingen vreemde gainers in. Dat zijn gewoon een zwarte emmers plain. Daar moeten dan alleen nog labels voor komen. Ja. En het product voor erin. Maar dat scheelt natuurlijk in de aanschafkosten voor mij. Ja. Die emmers die staan hier. Dus die ga ja. ik dan, kan ik daar gewoon kostenvrij overnemen. Ja. Easy money. Ideaal, ideaal. Maak, maar dan kan ik het ook weer goedkoper aanbieden. Snap ja. je? Vier kilo's. Maar ik ben er ook wel benieuwd naar, man. Dat ik dan geen, minder packaging kosten te hebben. Ja. Want die Bambix die je nu in de winkel koopt, die is uh, 500 gram. Minder ik nog zelfs. Het is 300 gram volgens mij. En dan heb dan je... Door. En die zijn volgens mij 2 euro nog wat. Dat is echt, dat is echt wel duur, hoor. Oh, ik ben moe, man. Ik merk dat. Dat is ook zoiets. Ik ben kortademig van de moeheid. Gewoon van prep. Dat merk ik. Dat ik gewoon... Corona. Ja, precies. Nee, ik heb dat <laughs> altijd. <laughs> Kijken, Heb je al een bambus. keer een test moeten doen? Twee keer? Ja? ja. Twee keer positief. Echt? Nee, natuurlijk <laughs> niet, maat. Oh. Eens kijken, dit is olvariet. Echt? Nee, joh. Ja, nee, uh, hoe Nutri, uh, nee, hoe heet het? Nutri. Hoe heet die zooi nou, joh? dromerig. Maat, ik wil gewoon Wambix. Nutricia, toch? Nee, ik pak deze even. 8 Nee, nee, nee. Je moet rijstebloem. Dat is geen rijstebloem. Je moet rijstje, Bambeek, rijstje Bambeek, rijstje de Bambiks rijst. Ja. Of mag ik die rijstbloem bestellen? Ja. Even kijken wat het kost. Het kost per, duur. per kilo 7,45 euro. Valt wel mee volgens mij. Nee. Dat is 200 gram voor 1,50 nou, oh, nou ja Voor een carbsource is dat heel duur. Dat is twee maaltijden voor jou, voor mij. Hoeveel gram zijn je? 200 gram? Ja. Ja, dat is niks. Ik doe uh, in mijn prep heb ik heb ik vaak 100 of 100, zelfs 120 gram eh uh, Ja, daarom. Ja. Dus, dus dus ik ik zou ik, ik ga niks over prijs zeggen anders gaan mensen sowieso mijn me shit ja. geven als ik het niet waar kan maken. Nee, maar ik wil veel goedkoper zijn dan de Bambix. Ja, en gewoon nu in heeft, volumes. Geef je indicatie. Het is ook volumes. In... <laughs> ja. Het is ook volumes hè, want ja. ik, ik wil ook niet 15 van die zakjes Bambix in mijn keuken hebben. Nee. Dat, dat zie ik ook zo. niet zitten. Ja, en en het, het Bambix is en blijft een, een babyvoeding. En ja. als je het alweer in een andere verpakking hebt... Ja. dan is het alweer gelijk in een andere en in beleving. Ieder, en, ja. in, en in iedere pot de mix... mix, mix, mix Doe ik een paar anafartjes klein stappen... ja, stel ik keer doorheen. Ja, nice. Nee, sarms, sarms. Ja, ja. <laughs> sarms. Even kijken, we hebben nog wel wat um, Wie maakt al die mooie content van Early Way? Echt waar? Vraagt iemand dat? Dat geloof ik echt niet. Ja, je, serieus? Ja, wie, wie zal het vragen? Oh, natuurlijk, <laughs> ja. ja mijn sambal oeluk, uh, maatje Jesse Smit. <laughs> beetje noob. Credits maar... naar zijn eigen vragen ook. <laughs> ja, hij vraagt het ook zelf, hè, voor de duidelijkheid. <laughs> ja. Ja. Dat is de andere co-founder, dus mijn beste maat Jesse. De andere co-founder van OnlyWay. En hij wil heel graag een complimentje horen. Ja. Dus Jesse, mooie content. Dat is wel zo eerlijk is eerlijk, als je de feed van Only waste, ziet, daar ziet het wel goed uit. Ja, absoluut. Zeker weten. Dus, dus dat doet Jesse heel goed. We hebben nog één vraag: als gym eigenaar. Als je een gym-eigenaar was, okay. welke apparaten moeten er in je gym staan? Dat vind ik echt een leuke vraag. Naast free weights. Ja, dat is een goede vraag. Uh, Even kijken, ik kan er uh, apparaten, dus dat is meerdere. Ja. Als je het mij vraagt een plate loaded uh, chest press recht, dus dat je gewoon zit en dat je hem gewoon recht naar voren duwt. Ja. Ja, nee. Een plate loaded uh, 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 overhead press, shoulder press zittend, ja. plate loaded ja. vind ik ook zo te gek. En een pendulum squat plate loaded. Ja. Dat zijn er drie naast free die ik echt heel graag zou willen. Maar ja, voor de, ja dat is een beetje bullshit want een normaal kabelstation heb je ook echt nodig naar Ja, zeker. Dus, dus dat is Maar het zijn de <coughs> dingen. Het zijn de. Kijk, wat was dat is wel leuk. Want toen met Fox 1... Mm -hmm. uh, Maarten was altijd op zoek naar de beste apparatuur. Hij zei mm -hmm. altijd: de apparatuur kan laat eigenlijk zien wat voor sportschool het is, mm -hmm. en wat, door wie de sportschool gerund wordt, of er, mm -hmm. er echt hard in zit, zeg maar. Ja. Dus uh, hij was altijd op zoek. Naar weer iets nieuws. Ja, ik weet nog wel dat hij. Dus wil ik even inhaken. Dat is wel echt. Ik ben nog, ik ben er niet zo mega veel geweest, hè? Een paar keer. Maar ik heb best wel wat met hem gesproken. En ik weet nog dat hij me vertelde: van ja, deze machine heb ik uit Japan geïmporteerd. Weet je? Want ik was daar, hij was daar op vakantie. En toen ging hij dichtbij hij was dus zo'n zo'n manufacturer voor, uh, ja. voor, voor dus die. Uh, Equipment. En dan ging je daarheen en dan ja, deze vind ik wel tof, maar het, het zitje moet even anders. Ja, dat is dus ze dus nog gemaakt voor een ja. machine, ik weet niet klopt. welke. Maar dat is te gek. Ja, klopt. En dat is, dat is het mooie. Uh, ja, de, de, en als ik dan een, een, een sportschool zou moeten inrichten, dan, uh, dan zit Maarten uh, op mijn schouder. Want uh, wat wij altijd deden was, dan uh, was, hè, we hadden dan een clubje, dan was uh, of ik of Matthijs, of, uh, dan gingen we stad en land af. Hij had weer iets gevonden. Mm -hmm. En dan gingen we die machines halen. En dan, uh, dan gingen we een busje of zo. Of dan hadden we weer echt okay, een vandaan yeah. vandaag getoverd. En dan, had die, dan zat hij achter de bar. Maar hij had die een laptopje. En dan rijden hij zo ze Die zegt hij, kijk." nou oh, kijk. Yeah. Die gaan we halen. En dan had hij weer iets gevonden. Had hij een, een hemmer. Het een, was niet eens een hemmerstreng. Het was een Jacksport uh, Seated Machine Side Race. Ja. Yeah. Oh ja, vet. Ja, 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 ja. Hij zegt, die gaan we halen. Helemaal fucking Enschede. Ja, dat was de kutmachine. Of nee, dat was echt de topding. was echt de topding. Top Alleen, uh, zo maakten we elke keer wel wat mee. Dan gingen we het ding halen... en toen kwamen we tot de realisatie... dat die bijna niet in die Keddie paste. Dus we... Oh, dat kennen wij. Hebben wij ook gehad met deze, met deze bus. Ja, ja zo, zo kende je inderdaad. Nou, ja. wij, op het oog dachten we... oh, die past wel. Wij er naartoe. Naar nou, Enschede... bleek die er uh, echt, maar echt op de centimeter in te passen. Dus... Um, zo, zo, zo richten Maarten dan elke keer zijn sportschool in. En wat je zei inderdaad, dan vond hij weer iemand uh, of in Japan of in uh, Bulgarije. Die liet dan weer, uh, die maakte dan machines. En dan kon je, kon, gaf hij door van nou ik zou het graag zo en zo willen hebben. En uh, dat werd dan gemaakt. Ja, te gek. Ja, is leuk. Maar om dan terug te komen op die vraag. Uh, dan zou ik graag een uh, sowieso een heksquad, squat. Pendulum squat en, en zo'n jij zei een, een zittende chest, maar ik vind die hammerstreng liggende chestpress wel heel oh, die fijn. die is ook te gek. Die is die ja. heel fijn. Ja, die is ook te gek. Blade loaded. En uh, off the bed denk ik. Ja, er moet nog wel één ding zijn die echt zwaar onderscheid maakt. Ja, ik weet het. Nou, uh, op je. Ik weet niet of je wel eens gezien hebt dat je op één knie leunt. En met de andere hemstringcross. Ja, die, sta, die staat bij ons. Die, die je bij Fox. dan kan switchen. Ja. Dat je van links naar rechts gaat. Ja. En die is, echt, die is ook te gek. Ja, die staat bij Fox. Die zou ik ook heel graag willen. Ja, die is heel fijn. Klopt. Die van hemstring ook. Die ja. is echt super. Die is heel goed, ja. Klopt. En wat nog meer? Ja, dumbbells tot uh, minimaal 100. 70 kilo. Ja, 100 kilo. We hebben er één bij Fox liggen. Maar, um, ja, let, serieus. Daar kan niemand iets mee. Nee, en ik heb een challenge wel. lopen. Ja, met de optillen. Ja. Als je met één hand kan optillen, voor minimaal vijf seconden, zonder chalk, ja. zonder straps, ja. krijg je een maand of twee eh, gratis okay. online coaching. Oké. Okay. Tot nu toe, nee, niemand gelukt, het. behalve ik. weinig ik zou het wel willen proberen. Ja. Maar ik moet zeggen, mijn gripstrengte is wel echt... Uh, goed. Heel goed, ja. ja. ja mijn is echt matig. Ja, Dan dat is, is ook wel iets genetisch hoor. Ja? Ja, de, ja ik train dat helemaal niet. Ja, maar jij gebruikt nooit straps? Nooit, nee. Nee, daarom. Wel, dat maakt je gripstrengt niet bezig. Nee, dat klopt. Ja. Je traint hem dan ook niet. Jij traint ik, hem nog. Ja, maar ik, train niet, ik, ik heb niet specifieke oefeningen waar mijn grip nou echt heel sterk van wordt hoor. Nee, maar als je gewoon überhaupt traint zonder straps. Ik doe bijna alles voor rug met straps. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. Ik ben trouwens ook van mening dat, dat een goede sportschool um, niet maar één merk uh, product of lijn ja, heeft dat Ja, dat denk ik ook. Ja, denk ik ook. Ja. Dat is wat ik dan ook ervaar bij Fox ja. natuurlijk. Er dus staat... Verschillende merken aan, uh, aan, aan uh, machines. Ja. ja, ben ik met je eens. Wat denk jij dat de uh, fijnste machine-merk is? Als je nou een keuze moet maken. Uh, vind ik heel lastig. Want je hebt natuurlijk... Uh, Panatta is heel goed. Panatta is heel goed. Maar ik vind hem denk ik, fijner. Ja, heb je Toch. al op hoist uh, ge gezeten? Nee. Dat, is, dat is, schijnt ook heel goed te zijn, maar dat is zo raar werkt in de ergonomie van oh dat heb lichaam. ik al gezien ja. ja dat heb ik al gezien dan je een chest en dan dan, be dan beweegt hij mee beweegt helemaal mee ja. Zegt, uh, ik heb het wel gezien ik heb er nog nooit gebruik van gemaakt dat wil ik wel eens doen maar tot nu toe wat ik het fijn waar ik het best getraind heb is Dat vind ik gewoon het fijnste ja ik ook en panatta is ook wel heel erg, heel ja. erg fijn ja dan keuze uit die twee ja denk ja. ik ook voor mij ook en dan is het gewoon aanvullend met uh, andere machines ja. logische wijze ja. en dat waren mijn vraagjes ik heb trouwens nog een vraag, die kreeg ik in de DM. Nog eentje. Het ging over bloeddruk. Omdat we het daar de vorige keer over gehad hebben natuurlijk. Even zien. Hi Jonathan. Mijn vraag past niet in je story en wil hem toch goed toelichten. Uh, bloeddruk en lever en nierwaarden, et cetera. Kunnen bij bodybuilders on en net daarna in cycle wel eens uh, wat afwijken? Huh? Van de standaard re uh, referentiewaardes. Uh, ik ben wel benieuwd wat jullie nog acceptabel vinden. En wanneer het te gek wordt. Zo so, hé. Hey. Standaard bloeddruk is uh, tussen de, uh, de 120 en uh, 70 onderdruk. Dat is een beetje standaard. 80 volgens mij. 80 ja. Volgens, ik heb het van de week nog opgezocht. Officieel volgens de overheidswebsite. Ja, 120, 80. 120, 80 en daaronder is goed. Ja. En 130, 90 is verhoogd. Ja. En alles daarboven is hoog risico kijk je moet natuurlijk de nou, nee, uh, wordt dan beschreven als heel hoog bloeddruk of zoiets zeg je of ernstig hoog moet ja. Beschreven. Ja. Ja, je moet natuurlijk vooropstellen dat je heel erg bewust moet zijn dat als je uh, een cycle doet dat je bloeddruk hoger wordt dat, dat kan zijn dat je exact. bloeddruk hoger kan worden exact. en daar moet je jezelf heel erg bewust van zijn want het is gewoon een gezondheidsrisico wat wat dat met zich meebrengt en uh, ja, je moet de afweging maken of jij het waard vindt ja. uh, om die periode een uh, gezondheidsrisico met je mee te dragen. Ja, dat is het denk ik. Ik denk ook inderdaad wat je zegt dat het heel erg ligt aan de tijd waarin je je bloed prikt. Hè? als je midden in je kuur je bloed op prikt, natuurlijk is je leverwaarde zo hoog, zijn je waarde zo hoog. Bloed. Ja. Maar ja, wat is acceptabel? En, kijk, ik denk dat niet dat een uh, een, een leverwaarde van uh, 400 goed is om, om maandenlang te hebben. Nee. Uh, weet je, zoals je zegt, net zoals wat jij dit moest doen van JP naar, naar die wedstrijd toen, dan is het niet gek als je twee dagen later, als je ook gemanipuleerd hebt met vocht, dat je in je zou gaan prikken, dat je dan een leverwaarde hebt van 400. Mm -hmm. Dat is op zich niet erg. Nee. Als dat drie dagen later is, het dan waarschijnlijk nog maar 110 en dan weer een week later zit je waarschijnlijk alweer in de goede range. Ja. Waarschijnlijk. Ja. Ik weet niet, Mijn leven re reageert vrij snel. Leven is sowieso ja, die heel, snel, heel snel. Ja, heel snel. Dus dat is een beetje variabel, maar als je zeg maar blijvend hebt, uh, zou je denk ik, je bloeddruk zou, als je het tenminste je het blijvend hebt, als je het hebt over zeg maar uh, acht maanden behalve je prep, denk ik. Zou ik zeggen, probeer je bloeddruk uh, als je of, of als je off bent of in cruise zit, niet boven uh, de 130, 90 te laten. Nee, klopt. En voor de rest, ik denk dat je, je levering en je nierwaarden zullen altijd boven in de norm, of net iets over de norm zitten als je heel hard traint en Klopt. veel eiwitten eet, uh, en ook uh, hard traint en veel traint, et cetera. Ja. Dan zullen je lever en nietwaarden altijd bovenin zitten of net iets erover. Dat is geen probleem. Klopt. En daar staat een dokter ook echt niet van te kijken. Uh, op het moment dat je zeg maar twee keer de maximale waarde hebt. Dan, begint het, dat, dan denk ik dat je erop moet letten. Maar ja. als, dat, als dat zeg maar in je cruise is, dan is dat zorgelijk. Ja, 100 procent. Als je in je cruise... En dat is ook wel een beetje afhankelijk van, van uh, lang je in je cruise zit natuurlijk. Stel, ik zit ja, niet okay, een week in mijn cruise. Ja, oké, dat bedoel ik niet. Ik heb het nee. echt wel, ja, mits alles een beetje uitgewerkt is... Dus je, ja. je zou eigenlijk, als je in je cruise zit... Na een maand zouden je bloedwaardes al wel weer een beetje gestabiliseerd moeten zijn. Rekenen ongeveer zes weken. Ja, zes weken. Ja. Maar bij mij is dat vrij snel. Drie à vier weken alweer is alles goed. Maar, ook. maar dat is ook omdat ik niet zoveel kuur. Uh -huh. Maar mits je normaal kuurt... Kijk, de meeste mensen hoeven ook niet zoveel te nemen als jij of ik. Nee. Dus heb je dus voor, voor de meeste mensen die dit kijken of die gewoon een wedstrijdje willen doen. Zou ik zeggen van. Nou, nee, laat zeggen vier tot zes weken na, na je blast gaan prikken. Als het dan nog steeds dubbel de waarden is van uh, de, of de maximale waarden die, die het ziekenhuis aangeeft, dat zijn landelijke waarden volgens mij, ja. um, dan zit je hoog. Dan zit je hoog. En dan zou je gewoon de keuze moeten maken van oké, okay, ik ga er iets aan doen. En als je dan twee weken, dan kun je vrij snel fixen. Je in je, je nierwaardes. Die ja. zouden twee weken later gewoon goed moeten zijn. Als dat nog niet het geval is, dan gaat er dus ergens iets fout ergens aan de bel trekken ja. en de proces uh, in in een in een in een cycle en dan weer in een cruise gaan uh, kan ook een hele hoop beïnvloeden natuurlijk want je kan ervoor zorgen dat je een hoop supplementen neemt tijdens een cycle die jouw leverwaarde sowieso alweer ja. makkelijker ja. in check houden ja. dus daar is ook iets uh, om over na te denken hoe kun je ja. dat hoe kun je dat uh, proces ja. voor jezelf makkelijker maken door ja. een bepaald uh, aantal supplementen te nemen die uh, je lever en nieren uh, ondersteunen daarin. Dat kan een hak. Ja. kan je het best gewoon, tenminste, op het dat ik zwaarder ga kuren, neem ik die gewoon altijd. Ja. Kijk Nu zet dus ik 6500, doe ik dat niet. Nee. Want ik denk dat als ik op 6500, zoals nu, ik ga bloed prikken, is mijn bloed gewoon nog goed. Daar ja. ga ik vanuit. Bij mij is dat vaak zo. en ik Ook met die ervaring die je dan hebt gezien. Ik weet niet of je dat gezien hebt, die series van Matt Porter. Nee. Waar die, uh, dan gaat hij zeg maar iedere week bloed prikken en dan om de vier weken zijn test verhogen. Ja. En dan ziet hij dat hij eigenlijk tot aan 800 milligram per week kan. Dat zijn bloedwaardes niet, niet slechter worden. Die beïnvloed worden nee, zo. Okay. boven. Bij mezelf, ik weet niet of die lat zo hoog ligt, maar ik merk dat als ik op test 500 zit, dat mijn bloedwaardes niet slechter worden. Nee. Nou, betekent dat niet voor iedereen: gaat 3 gram kuren, vooral niet doen. Nee, nee, nee. Maar ik ga dat soort dingen pas nemen als ik in een zwaardere kuur ja. ik, ik verwacht straks naar de korte estus te gaan, waar ook Tren A en masprop erbij komt. En, en dan die testprop En dan denk ik dat ik wel een tutka en Nack nou, ja. bijvoorbeeld... En dat is ook PCT natuurlijk ook wel iets, hè? om dat uh, dan weer door te voeren. Exact. Ja. En wat bloeddruk betreft, uh, PCT of uh, TRT, cruise, dan moet je toch wel... Uh, wat zijn nou inderdaad uh, zo... ...onder de 130 zitten. Ja, onder de 130, 90. Eigenlijk het liefst het hele jaar gewoon. Ja, en dat is ja. ook... En dat je, kan ook, hè? En dat is ook makkelijker, denk ik, te fixen als je leverwaardes. Omdat je bloeddruk kun je vrij makkelijk frequent meten. Ja. Terwijl voor je leverwaardes moet je echt weer naar het ziekenhuis... ...moet je afspraak maken. In tijden als dit doen ze daar moeilijk over. Ja. Klopt. En uh, wat wil ik nou zeggen? Uh, ja, en, en realiseer dat als je in een cycle zit dat je... He, die gezondheidsrisico's lopen, dat je bloeddruk gewoon een stuk hoger is. Ja. Maar weet dat dat kan gebeuren. En uh, dat je daar iets aan kan doen. Ik heb bijvoorbeeld een klant die zit nu in zijn cycle en die bloeddruk is perfect. Er ja. is niks op aan te merken. Zo wordt het ook. Ja. Ja. Super. Was zijn we denken. ronddenken. Ja, we hebben de vraagjes weer gehad, jongen. Hoe lang zijn we al aan het filmen? Uh, een uurtje, denk ik ongeveer. Oh, is net goed. Ja, is perfect. Zo. net goed. Ja, even kijken. Zie we um, gaan we voor de volgende keer even kijken of we die, uh, die kleine erbij kunnen nemen dan. Voor Artie, voor volgende ja? week. Of niet volgende week, maar dat wordt dan de week op. Volgende week ja. gaan we dan filmen. Ja. Ja. Wat misschien ook nog wel leuk is, is dat als mensen, uh, ja, jij hebt dan misschien, krijgt dan misschien meer berichtjes over, maar als mensen nog andere dingen willen zien wat jij en ik samen doen, ja. dat ze dat gewoon eventjes reageren. Ja, precies. En dan, uh, want ja, we zijn hier toch altijd. Ja. Of ik in ieder geval. Jij bent hier sowieso één keer per week. Dus dat we dan, uh, weet ik veel, nog wat andere dingen ook nog samen kunnen doen. Dat is wel leuk gewoon. Ja, gooi het in de comments. Ja, weet je, we kunnen, als wij zoiets hebben van hé, dit vinden we helemaal niet leuk om te doen. Goed idee, maar doen we niks mee. Dan kunnen we <laughs> we altijd, ja, maar we kunnen we altijd nog laten liggen, hè? ja Dus als mensen zoiets hebben van, hé, ik ben benieuwd wat dit of wat dat of hoe, whatever, dat wil ik graag zien. En dan gaan we er even naar kijken. Leuk. Toch? Yes. Oké okay, dan.